Toen werd ik zwanger. Dat is opzettelijk dat ik dat zo zeg. Ik ben een groot tegenstander van het idee dat mannen vrouwen zwanger maken. Een volstrekt achterhaald verhaal. Zo'n zo raar antwoord van... En hey, je komt uit je moeders buik? Nou, bij de geboorte kom je echt niet uit de buik van je moeder. Maar eigenlijk is geboren worden sterven uit jezelf. Hoe serieus neem je een embryo? En toen heb ik dus een soort fenomenologische embryologie ontwikkeld... die ervan uitgaat dat... Embryo dus incarnatie is. Dus dat is wel belangrijk om te realiseren dat ons lichaam dus toch een, een proces is en niet iets abstracts, machineachtigs. We weten tegenwoordig dat eicellen selectief zijn. Eicellen nemen niet elke zaadcel op. En nu gaan we zomaar pakken we naald, nou, prikken in een eicel en beginnen embryo's te maken. Een bijna doodervaring is niets anders dan een illusie, geproduceerd door een brein. De hele genderproblematiek is geen geslachtenprobleem, is een feminien-masculin probleem. Maar wees voorzichtig met het woord magisch. Ik ben wetenschapper en ik moet het ook wetenschappelijk kunnen beschrijven. En dat kan ik. Welkom, lieve vrienden, bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Ditmaal met niemand minder dan dokter Jaap van der Waal... die anatomembrioloog is en uh, ook universitair docent is geweest... waarin hij dat vak les gaf, andere vakken les gaf. Hij, uh, we zijn op zijn pad gekomen eigenlijk door de podcast met Anna Verwaal... die zo hard is gegaan, die zoveel mensen heeft mogen raken... wat blijkbaar dus een thema is waar zij en zij over spreken... Um, die wat heel belangrijk is, waar heel veel mensen dus mee zitten. Waar zij mee dealen op dat moment en waar zij veel interesse naar hebben. En dat is de reden dat wij Jaap hebben gevraagd. Want Jaap weet op, op een hele wetenschappelijke wijze. heel veel van dit soort thema's heel goed uit te leggen. Want we hebben met hem gesproken over hoe een mens ontstaat. wanneer een ziel in een embryo komt. over conceptie, over genderverwarring. abortus, kunstmatige inseminatie. en eigenlijk uiteindelijk ook de maakbaarheid van de mens en de problemen die dat ook met zich meebrengt. En Waar we naartoe bewegen als samenleving, wat steeds maakbaarder wordt. En, um, ja, en eigenlijk hoe, de hoe het natuurlijke proces verloopt en zou moeten verlopen bij het verkeren van een kind. Super belangrijke thema's, wat mij betreft. Ik denk dat het een hele waardevolle podcast geworden is, omdat hij juist met zijn wetenschappelijke achtergrond dit soort thema's aanraakt en er een hele andere uh, kant van belicht. Dus um, ja, ik heb er veel aan gehad, veel um, eye-openers ook gehad. Dus ik hoop dat jullie er ook veel aan hebben. En als dat zo is, doe je natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En ook even te abonneren op het kanaal waar je nou aan het kijken bent. Of nou YouTube of Spotify is. Je doet me een groot plezier als je abonneert, want het helpt ons bereik te vergroten. En uh, uiteindelijk op www.trumenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. En dan jullie mij en het team natuurlijk enorm. Voor nu wens ik jullie gewoon ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Want hij is onwijs waardevol. Dank jullie wel. Jaap. Dankjewel dat jij bij ons wil aanschuiven vandaag. Ik, um, we zijn op jou gekomen door Anna Verwaal, ja. eigenlijk. Mm -hmm. En Anna is bij ons in de podcast geweest. En dat is gewoon een erg groot succes geworden. Um, en met name onder vrouwen die ja, zich gehoord voelden, denk ik. Um, onderbouwd krijgen wat zij al langere tijd zelf voelden. En het is, ja, het is een onwijs succesvolle podcast geworden. En daarmee... Ook een thema gebleken, wat dus voor veel mensen heel erg speelt. En denk ik ook in de, ja, in de reguliere wetenschappen zo'n beetje wordt ondergesneeuwd. Wat mensen eigenlijk niet verteld wordt. En um, nou, toen zijn we eigenlijk via Anna bij jou teruggekomen En, um, en zijn we nu deze podcast aan het aan, aan doen. Omdat ik ook denk dat, zeg maar, jouw visie daar weer op. weer heel belangrijk is voor mensen. En dat het weer een, een, mooi, een mooi thema kan zijn. Nee. Merk jij dat, um, dat er steeds meer op die manier wordt gekeken naar, naar het thematiek waar jij mee bezig houdt? Nou, of dat nou kwantitatief is, hè? dat er bijvoorbeeld veel meer mensen. Nee, dat weet ik niet of ik dat zou kunnen zeggen. Maar ik ben zelf ook wel meer, word ik ook gevraagd en zo met mijn verhaal. Ik denk wel dat er een, een grotere, laag, dikkere laag van mensen is aan het ontstaan die in die richting zoeken en denken. Maar het wordt bepaald nog niet de, de boventoon of de bovenlaag. Het is toch echt wel. Ja. Onderhuid in de samenleving, onderstroom van de samenleving. Mm. Nou, ja. En ik vind ook dat er meer wetenschap komt op dat gebied. Dus dat het minder allemaal esoterisch of, of heel erg spiritueel, maar het wordt ook nog een praktische val. Anna doet dat ook heel duidelijk. Van, mm. ja, sowieso kun je met een bebarende of met een zwangere vrouw. Beter omgaan dan zo. Dan zo. Dat, dat wordt allemaal beter onderbouwd dan vroeger. Mm -hmm. Dat zie ik wel. Want jij komt uh, uit de wetenschap ja. gewoon. Hè? Je bent uh, anatoom, embryoloog, uh, docent lang geweest op de universiteit. Uh, en fenomenoloog. Ja. Um, maar je, kom, je komt uit daar, uit, uit die hoek, zeg ja, maar. Ja, ik ben ook medicus. Ik ben ook dokter geworden. Ik heb nooit mensen gered of mensen beter gemaakt. Ik ben ook wel een beetje door toeval. Dus in onderwijs vooral een uh, wetenschap terechtgekomen. Maar vooral in onderwijs. Ik ben eerst heel lang anatoom geweest aan de Universiteit van Utrecht. Doseren, anatomie doseren. Daar heb ik heel veel van de studenten geleerd. Ook over dood, over lichaam, over mens. En toen is later is daar de embryologie bijgekomen. Want dat was vroeger nog één vak, zeg maar. Anatomie en embryologie. Dat is nu niet meer. Nu heb je de embryologie. Dat zijn de mensen die de bevruchtingen doen. En de embryologen die embryo's aan het maken zijn. Dat is een hele andere tak van sport geworden. Maar toen was het, ja. Was je humaan embryoloog. Je was, had kennis van de ontwikkeling van de mens. En je was anatoom. Dat, dat combineerde je dan ook in onderwijs. En ik zelf. Uh, ben daarom ja, vooral in dat vak gebleven of terechtgekomen. Omdat het onderwijs mij zo aansprak, onderwijsgever. Uh, en pas later is het embryo voor mij ja, het gebied geworden... waar ik dus mijn andere vragen die ik kreeg... dat waren meer vragen naar geest en naar zin en betekenis... en de wereld en de mens. Ja, die ben ik toen... Laten we zo zeggen, ik, kreeg, ik ontmoette toen eerst antroposofie... Van Rudolf Steiner. En daar kreeg ik vragen door. En die ben ik toen gaan zeg maar, opzoeken. of gaan het antwoord daarvan gaan zoeken. in het embryo. En toen heb ik dus een soort fenomenologische embryologie ontwikkeld. die ervan uitgaat dat embryo dus incarnatie is. Dat is iets in ons, ziel, geest, lichaam, hoe je het ook noemt. zich in die embryonale fase met dat lichaam verbindt. En dat heb ik geprobeerd. Ja, of dat probeer ik nog steeds. Ja, aannemelijk te maken. In mijn beschrijving van het embryo. Ik kan natuurlijk nooit bewijzen. dat wij een wezen zijn van geest en lichaam. Maar het embryo heeft mij wel heel erg veel aangegeven. aangewezen. van ja, dat kon wel eens, heel, kon wel eens zo zijn. En uh, had je dit ook al tijdens. Dit, dit, ik neem aan dat dit, dit soort inzichten. of ieder wat, dit onderzoek hiernaar. dit ook al ontstond. Tijdens, in, in jouw wetenschappelijke carrière? Ja, ja zeker. En, maar het is ook gebonden aan mijn persoonlijk leven. Ik kan me nog herinneren dat ik als tweedejaar student. toen. Werd ik zwanger. Dat is opzettelijk dat ik dat zo zeg. Ik vind niet. Uh, ik ben een groot tegenstander. En, ja, ik ben een groot tegenstander van het idee dat mannen vrouwen zwanger maken. Dat is biologisch en bioloog volstrekt achterhaald verhaal. We hebben op dat gebied, misschien kan ik er zoiets over vertellen, hmm. een enorme fout gemaakt in de wetenschap. Dus ik, ik werd zwanger samen met mijn vriendin. Maar dat was natuurlijk niet gepland. Want als je tweede jaar student bent, dan word je toch geacht nog iets anders bezig te zijn. En toen moesten wij trouwen. En toen had ik ook mijn eerste embryologie practicum. En dan moest je in die tijd, als medisch student, moest je een kippen ei openmaken, ze had een levend embryo in. En je moest een microscoop uh, ja, en dat van, van menselijke embryo's kijken. En dat fascineerde mij enorm. En ik, zo enorm, dat ik ook aan mijn vriendin van toen geschreven, heb van nou, misschien is dit wel wat ik eigenlijk wil straks. Helemaal geen dokter worden, maar wetenschap. Maar wat het nou te maken heeft met het kind in jouw buik, dat mij heel gauw vader zal gaan maken, dat weet ik niet. En toen, ja, dat was toen, kwam ik er zo achter dat er zo'n split bestaat... tussen de werkelijkheid waarin wij leven, ieder van ons, elke dag... en de wetenschappelijke werkelijkheid. Dat is een soort split, dat is een andere wereld. En ik kreeg dat toen nog niet bij elkaar. Wat heeft nou toch zwanger zijn en een kind verwachten... Hoe, wat heeft dat nou met die, 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 die kip en met die celletjes te maken? <laughs> en nu kan ik die brug dus slaan. Ik, kan dus een, een, ik heb een embryologie ontwikkeld. die meer uitgaat van de beleving. en vanuit het gevoelend van wat doen we eigenlijk als embryo zijn. En als we embryo zijn. En dat uh, ja, ik kan dan nu veel beter duiden wat je, wat je bent als je embryo bent. Hmm. En daar heb ik de mensen, probeer ik de mensen ook van te vertellen. En dat was toen wel voor mij een heel belangrijke dramatische wending. En ook dus zelf zwanger worden en dan kind krijgen, vader worden enzovoort. En dat heeft wel de deur geopend naar die vragen als van... ja, wat is dat eigenlijk, embryo? En uh, mm. wat heeft dat met geest? En wat heeft dat met het leven van alle dag te maken? En dat, ja, die split tussen wetenschap en... ik noem dat maar zo, hè, je hebt de wetenschap die zegt hoe het zit. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. We leven allemaal dagdagelijk dag, met een hele andere werkelijkheid. Het lichaam dat jij dagelijks voelt en beleeft. is een heel ander lichaam dan de wetenschap beschrijft. In het lichaam dat ik heb. Ik heb bijvoorbeeld geen brein. Ik heb in mijn hoofd echt geen hersenen zitten. Dagelijks ben je er helemaal niet mee bezig met hersenen. Je bent aan het denken. Je hebt misschien verwachtingen, ideeën in je hoofd. Maar dat brein, ja, dat hoort bij een andere lichamelijkheid. En dat is eigenlijk de split waar ik mee bezig ben. Van de wetenschap beschrijft ons op een bepaalde manier... en die beschrijft ons als toeschouwer. Hè? Van, dat is de objectieve toeschouwer. De, dat, dat is wetenschap. En wat ik doe eigenlijk dag, met mijn lichaam... is beleven, ervaren. En hoe krijg ik die twee bij elkaar? En dat is nou steeds meer ook... voor mij lukt mij dat om... Ja, gewoon het lichaam dat wij zijn... ook te verbinden met het lichaam dat we hebben. Dat zijn voor mij twee werkelijkheden. En ja, daarom... Ja, daarom fenomenoloog geworden. Hè. De fenomenoloog is dus niet een wetenschapper die gaat zitten kijken en toeschouwen en meten en wegen objectief. Nee, de fenomenoloog probeert dus mee te leven, te voelen. bijvoorbeeld wat een patiënt uh, zegt over angst. Of wat dus je neemt dus deel aan de dingen. En daar uh, ja, hoort eigenlijk een klassiek verhaal bij. dat. Kijk, als je kind vraagt, uh, je staat samen naar de zonsondergang te kijken, is het eerste wat, uh, en zo'n kind vraagt, dan van ja, papa, wat gebeurt er nou in de zon? En wordt ze niet nat? Uh, komt ze wel terug? Dat zijn ook echt een typische kindervragen, zeggen wij. Dat zijn helemaal geen kindervragen. Dat zijn vragen van een mens die op dat moment waarneemt dat de zon ondergaat. Maar wat doen we als moderne vaders? Dan pakken we een stokje en dan maken we een cirkeltje in het strand, op het zand. En dan gaan we zeggen: Ja, in werkelijkheid staat de zon <laughs> stil en draait de aarde. En dan zou zo'n kind eigenlijk moeten vragen: Ja, maar in welke werkelijkheid, papa? Want in mijn werkelijkheid beweegt de aarde echt niet. Het is ook heel pathologisch dat de aarde beweegt. En daar zit dus een split. En wij zijn dus steeds meer dat pad opgegaven. Ja, wat de wetenschapper, de toeschouwer, wat die zegt, dat is waar. En wat je beleeft en ervaart is subjectief, is niet echt, is niet wetenschappelijk, is niet werkelijk. En daar ga ik dus echt al 30 jaar enorm tegen keer. Mm. Want het is andersom. Het is andersom. De primaire werkelijkheid is de werkelijkheid die we ervaren, die we beleven. Daar heeft de evolutie ook plaatsgevonden. En de secundaire werkelijkheid is de wetenschappelijke werkelijkheid van, uh, ja, van het lichaam, van de wetenschap. Dat is al met elkaar te verbinden, maar het ene past wel in het andere. Mm -hmm. En als jij gaat zeggen, dat is ook letterlijk gezegd door de filosofen, de zon is een illusie en heeft, de, heeft daarom geen werkelijkheidswaarde, nou dan doe je nogal wat. Dan schaf je een hele werkelijkheid af. Ja, want we zien hem toch echt ondergaan, zeg voilà. maar. Ja. ja, En dus dat, dat is wat de fenomenoloog doet. Dus ook werkelijk voor waarnemen, wat je waarneemt en niet alleen maar naar dat objectieve, toeschouwende bewustzijn. En dat heb ik dus wel op de snijzaal geleerd. Van de studenten hoor. Mm. Want dat, dat is eigenlijk de meest indrukwekkende impuls voor mij geweest om op zoek te gaan naar geest en anders over mensen, lichaam en geest te denken. Dat was toch die ervaring dat die studenten op die snijzel kwamen. Toch een beetje in hun rat zaten. Want het was voor het eerst dat ze lijken en dood. En ze hadden ook allemaal fantasieën. en dan moest je eerst over praten. Dus een beetje kalmeren, rustig stellen. En dan gingen we die snijzel op. En dan, ja. Dan lagen daar dus tafels. Hè, toen waren dat nog tafels. Dan lagen lichamen op. En die waren bedekt met doeken. En dan, eh, dan was dus het idee dat we vanmiddag dus zouden kennismaken met de anatomie. Dat ze voor het eerst ja, anatomie zouden gaan doen. Maar er lagen daar dus op tafels dus lichamen van mensen achter doeken. Toen moest dat nog. En dan gingen we naar de eerste tafel. En daar had ik een speciaal lichaam neergelegd, want ik haalde die doeken weg. En toen lag daar een dode, naakte man. Nou, en, ja, dan ontspon zich een hele ervaring met de studenten. Want die, ja, die waren natuurlijk echt een beetje van slag. Een dode, naakte man. En die hadden ook allerlei vragen. Allerlei menselijke vragen. Hè, van, uh, uh, hoe oud was die? En waar is die dan dood gegaan? En die haren, hè, is dat, is dat, uh, hebben jullie dat weggeschoren? Was die man na? En die blauwe vlek, <laughs> wat is dat? En, dus er waren allemaal vragen over, over mens. En, Bijna weer als een kind. die dan ja, ja, ja. En ze waren ook wissel in de war. En sommigen zeiden: Oh, dat is zo echt. Hij zou zo op kunnen staan. En anderen zeiden: Nee, het ziet er heel raar uit. Heel abstract. Dat lijkt wel een. Maar in ieder geval, op een gegeven moment. Dan wilden ze ook zelf wel weten: Kan je dan nog bewegen, meneer? Ik zei, ja, goed, Ik kan het wel laten zien. Het is een beetje stijf geworden. Maar je mag het zelf ook wel doen. Oh, nou, dan trokken ze hun handschoenen aan. Dat is heel, heel apart, hè? De studenten die hadden. Een, aan je vragen of het toegestaan is om aan een menselijk lichaam te zitten dat op zal ligt. En dan legde ze hun hand ertussen en dan zei ze altijd: altijd, Oeh, wat koud, zo koud. En toen heb ik eens een jaar of twee heb ik eens een experimentje gedaan. Toen heb ik eens een thermometer gelegd op blad, dat ijzeren blad waar die lichaam op lagen. En een thermometer achter de oor van het stoffelijk overschot, zo noemden we dat. En dan vroeg ik aan ze: van, Ja, koud hè, ja koud. Maar dat maakt hem wel dood. Hè? Ja, ja, nou is die echt dood. Als je voelt hoe koud het is, dat is een dode man. Ik zeg: En de tafel, is die ook zo koud? Nee, de tafel is helemaal niet zo koud. Nee hoor, nee. En dan liet ik ze die thermometers zien. En wat gebeurt? Die thermometers hadden dus dezelfde temperatuur. En wat zeiden ze dan echt, dat is jarenlang zo gegaan. Dan zeiden ze: Dat kan niet waar zijn. En toen betrapte ik ze dan op: van, luister nou als jij zegt dat het niet waar is... de thermometer is een heel wetenschappelijk instrument. Het kan dus graden meten, heel exact. En jij zegt dat dat niet zo is. Ik zeg dat komt omdat warm en koud... niks met, met graden en temperatuur te maken heeft. Warm en koud is een kwaliteit, is een beleven. En een dode mens is heel erg koud. Veel kouder dan een tafel die van metalen... En dan had je wel eens van die slimme studenten van... Uh, ja meneer, maar dat komt doordat de tafel dat is van metaal... en dan kunnen de ionen, he, de ionen kunnen dan beter geleid worden. Zo. Dus het is maar net schijn, want in zo'n lichaam, dat is een inhomogene massa... dus het is maar een illusie dat dat lichaam kouder aanvult. Zie je, stond je weer op het stand. Het is een illusie wat je er ziet. En dat weiger ik. Mm. En dan moest ik daarna colleges geven over pijn... En dan kreeg je allemaal, ja, ik, ik hou niet zo van het brein. Maar goed, dan moest je alles over het brein vertellen. En pijnbanen en pijncentra. Maar dan ging ik altijd eerst, probeerde ik op mijn voeten te gaan staan. Van een student of student. En dat deed natuurlijk pijn. Dan zeg voor, ik doet dat pijn? Ja, natuurlijk. Ik zeg, waar doet dat pijn? Ja, in mijn voet natuurlijk. Ik zeg, nou, er komen nu twee colleges om je uit te leggen dat het niet in je voet zit. Maar dat die pijn in je voet een illusie is, die geproduceerd wordt door je brein. En toevallig ik heb geen brein, dus ik zou niet weten wat dat klopt. Nou ja, dan kreeg je de discussie over wat is nou werkelijk het lichaam dat je ervaart, of het lichaam dat de wetenschapper zegt dat je bent. Beide horen natuurlijk bij elkaar. Je kan natuurlijk niet, je kan de wetenschap niet ontkennen of zo. Nee. Nou, daar ligt dus de split. En ook bij het embryo, ja. Je kan je natuurlijk gaan beschrijven en uit elkaar leggen in allemaal orgaantjes en cellen enzovoort en genen enzovoort. Maar je kan ook zeggen wat, wat doet het embryo. Ja, en, en dan ga je meer met het embryo je bezighouden. Want het embryo is beslist geen, geen starre toestand. Het is een zich bewegen. Nou, een beweging kun je nadoen. En dan kun je ze voelen. Wat, wat, is, wat zijn dat voor bewegingen? Wat zijn dat voor gebaren waarmee jij je lichaam vormt? En zo is dus die fenomenologische embryologie ontstaan. Hmm. Waarbij ik dus denk: het lichaam is dus niet iets anatomisch. Het lichaam is een beweging, een proces. En dat proces, dat, het, dat houdt niet op een gegeven moment op, dat gaat dus alsmaar door. Tot je doodgaat, dan houdt het op. Dus eigenlijk is het embryonale niet iets. Uit het verleden, hé, want tegenwoordig ben je een officieel embryo de eerste negen weken van de, van de zeg maar, zwangerschap. Daarna word je dan foetus en dan word je een geborene en dan word je een kleinkind en een grootkind, en een puber en een oude mens en zo Wij zien dat allemaal na elkaar, dat klopt ook wel. Maar je, ik zie het embryo niet als verleden. Ik zie het embryo als heden in mij. Ik ben eigenlijk, mijn lichaam is eigenlijk het embryo in mij. Dat is een proces. Dat is dus niet iets statisch. Wij zijn helemaal geen machines. Nee, precies. He, machines zet je uit onderdelen in elkaar. He, dus een mens zet een machine in elkaar, of een andere computer zet een andere computer in elkaar. Maar een machine is opgebouwd uit zijn onderdelen. Is in elkaar gezet. Maar levende wezens doen dat niet. Levende wezens zijn van meet af aan bezig zichzelf in elkaar te zetten. En je bent dus een proces. Je bent dus ook nooit klaar. En ja, dat is een. Fout die wij veel maken door te denken dat het menselijk lichaam een soort machinerie is. Ja, dat is het. Zo werkt het ook wel, maar het is dus primair een proces in de tijd. Je bent nog steeds eigenlijk embryo. Want elke ochtend sta je op met een nieuw lichaam. Elke ochtend is je lichaam weer anders. Je brein ook, is ook weer anders gewaaid, bedraad en zo. Dus dat is wel belangrijk om te realiseren dat ons lichaam dus toch een, een proces is. En niet iets abstracts, machineachtigs. Het is niet dat je een bepaalde fase een soort van achter je laat en het niet meer bestaat? Ja, ja zoiets. Ja, daar lijkt dat het, het meest op. Ja. En daar, daar probeer ik dus toch alweer bewustzijn voor te creëren: van, uh, dat embryo is. Uh, en ook niet, niet dat embryo beschouwen als nog niet, hè? Er is geen enkele reden om dat aan te nemen... van het is een nog niet mens. Maar zo wordt het wel steeds meer beschouwd. En men probeert ook... ook te nu kan je echt zeggen... Van nou, nou mogen we er niet meer mee experimenteren. Of dan gebeurt... dus uh, ik beschouw het... en bepaal dit als een nog niet mens. Maar die trend is er tegenwoordig wel heel erg. Als je mensen vraagt van... komt een kikker uit een kikkervisje? Dan nou, antwoordt 90% van de mensen... ja. Maar mijn biologie... En natuurlijk heel veel mensen ook op de, in, de, op de, in de wereld hebben dezelfde ideeën. De kikvorst, de kikker komt niet uit het kikkenvisje. Het kikkenvisje is ook een kikvorst. Het is de manier van kikvorst zijn of kikker zijn... als je zeg, een paar dagen oud bent en eh, nog zo en zo moet doen. Dat is het geheim van levende wezens. Die zijn dus en tegelijkertijd aan het groeien, zichzelf aan het vormen... maar moeten meteen ook al functioneren... Je kan niet wachten met functioneren totdat het in het lichaam klaar is. Ook als kikvors, ook als embryo, moet je al ademen, eh, enzovoort, functioneren. En dat is het moeilijke van levende wezens. Dat noem je dan met een heel moeilijk woord: autopoëse. Je maakt jezelf. Maar het is ook heel belangrijk dat wij dus in de tijd bestaan. Wij zijn dus niet. En nog niet, en dan worden we een klein kind, en dan worden we meer volwassen. En dan wordt het ook allemaal weer slechter. word je dement, word je bejaard. Dan ben je niet meer. Nou, dat wijs ik dus volkomen af. Dus alle fasen van de mens tellen. Ja. Nee. Want dat doen we nou inderdaad eigenlijk helemaal niet. Het nee. is gewoon een soort van, je hebt je prime, daar, daar, ja. daar is alles en daar werkt het naartoe en dan daar, daarna draait ja. het soort van af of zo. Terwijl... En natuurlijk speelt het ook zeker in de, in de moeilijke discussie, uh, dat, ik raak dat maar even aan, van abortus, ik ben helemaal niet tegen of zo, maar ik kom zo vaak dat argument tegen, van, ja, het embryo is nog niet, nog niet menswaardig of nog niet volgroeid. Of, dat, dat argument, dat, dat waardeer ik niet. Ik vind, je kunt best wel voorstellen dat er. Keuzes gemaakt zouden moeten kunnen worden tussen een vrouw die zwanger is en dat kind wel of niet wil of kan hebben. Mm. Maar niet dat kind minder achten dan of minder mens achten dan de volwassen vrouw. Maar dat ja. wordt nu gedaan omdat men dan zegt dat. Wat is, ik weet het eigenlijk niet precies. Maar waar, wat zou dan het argument zijn dat het vanaf een x aantal weken niet meer kan of wel kan? Of? Ja, dat is een beetje het zoeken naar beschermwaardigheid. Mm. Natuurlijk zit daar een schaal in. Ik heb vaak nog studenten op mijn spreekuur gehad. Natuurlijk niet zo heel vaak, maar. Die, dan voelde ik al aan de manier waarop ze het vroegen. Van ja, die willen met mij praten. Die zijn waarschijnlijk ongewenst zwanger. En dat was dan ook zo. En dan hoopten ze van mij te horen. Ja, maar het is nog maar pas zes hmm. weken. Of ja, maar het doet nog niet dit. Of het heeft nog geen hartje. En dat is dus. Wat ook in die discussies, ook in Amerika steeds speelt. Men zoekt naar uh, zeg maar criteria voor beschermwaardigheid. Zo van, nou, dan is dat echt, en sommigen zijn het heel absoluut. Die zeggen, nou, vanaf de bevruchting af aan is het beschermwaardig. Anderen zeggen, nee, pas na drie weken. En weer anderen zeggen, na drie maanden. En je hebt ook echt filosofen die zeggen, nee, pas bij de geboorte ben je beschermwaardig. Maar ik ben er dus tegen. Ik denk dat dat een soort schaal te bedenken is van de Maar je moet het niet baseren op criteria van. Oh ja, nou is het nog niet helemaal mens. Of het is nog niet menswaardig. Dus daar zit vaak verwarring. Het zijn een beetje een soort van argumenten om jezelf minder schuldig te ja, voelen. Als, ja, je het, het als je het gaat doen. Ik heb tegen die studenten altijd gezegd van. Kijk, als het niet kan, als het aan mij ligt zou ik zeggen, probeer het toch te laten komen, dat kind. Heb je geen vrienden, heb je geen familie met wie je het zou willen proberen. Maar goed, als het dan niet gaat, praat dan met je kind. Dat zou Anna dus ook gezegd ja, hebben. Ja, heeft ze gezegd. Praat met je kind en zeg en leg uit aan je kind waarom het niet kan, waarom je het niet durft, waarom je het niet wil. Maar leg het, leg het uit, ja, neem, neem dat kind serieus. En dat hebben ze dus een aantal ook wel gedaan. Dus is ook later wel, wel eens op teruggekomen. Van ja, dat heeft me toen toch wel geholpen om. En een aantal heeft ook toegezegd: ja, ja, misschien dan toch maar niet. Hmm. Ga toch maar proberen. Snap je? Dus. Ik heb veel liever dat het zo gaat dan dat ze objectief een argument krijgen van oh, je mag het rustig doen, want het is toch nog niet. Enzovoort. Zullen we eens anders gewoon door dat proces heen lopen? Want ik denk dat het dan ook wel logischer is ja. waarom het waarom een het goed idee is om bijvoorbeeld er tegen te praten als, je, als ja. je bijvoorbeeld besluit om een abortus te ja. doen, als je besluit om het te gaan doen. Want Anna heeft er inderdaad al kort iets over gezegd, maar het is inderdaad misschien wel goed om vanuit jou gewoon even door dat hele proces van het ontstaan zeg maar, heen te lopen. Ja, nou. het oh, ja. oh, nou, hele proces. Oh, het proces van het ontstaan heen te lopen. Um, ja. En... En dan komen er dan, denk ik vanzelf ook wel bij... waarom het goed is om er dan om bijvoorbeeld ja. tegen te praten... als je de besluit om het eigenlijk wel te doen. Ja. Nou ja, dat hangt natuurlijk allemaal samen met... Van, hoe serieus neem je een embryo? Uh, en ik vind, op mijn overtuiging is... dat we allemaal wezens zijn van geest en lichaam. Maar hoe vaak ik niet de vraag krijg... van wanneer komt de ziel erbij... He, is dat weet u daar iets van? Oh, vooral katholieke mensen vragen dat dan. Hè? Wanneer komt de ziel erbij? Ook vaak in het, in het kader van die abortusvraag. Hè? van die mm -hmm. menswaardigheidsvraag. En of uh, wanneer begint de ziel echt te werken? Wanneer wordt Wanneer begint? Be komt bewustzijn? Mm. En dat. Doe ik dan, ja, dan zeg ik Ja, luister, we zijn van meet af aan. zijn wij een wezen van. nou, noem het dan maar ziel en lichaam. of geest en lichaam. Dat, is, ja, dat komt niet alleen uit de filosofie. Maar iedereen mens, ieder mens kan in zichzelf ervaren. dat er iets in mij is wat anders moet zijn dan mijn lichaam. Dat is een heel eenvoudige. heel simpele filosofische wetmatigheid. Je kan je alleen maar van iets bewust zijn. als je ervan gescheiden bent. Dus. Doordat er van jou in, in jouzelf zit voortdurend iets wat zich bevraagt van God, dat ben, wie ben ik eigenlijk? En kinderen doen dat ook, die vragen waar kom ik vandaan. En die kinderen vragen niet naar hun lichaam, die vragen naar hunzelf. Waar kom ik vandaan? Nou, dan krijgen ze tegenwoordig zo'n bloot zo'n zo raar antwoord van. En je komt uit je moeders buik. Nou, dat leer ik de mensen sowieso in mijn cursus af. Bij de geboorte kom je echt niet uit de buik van je moeder. He, je, je komt niet uit de buik van je moeder, ja, anatomisch misschien wel, maar, uh, zeg maar psychologisch of als men. Je sterft bij de geboorte, je sterft uit je placenta. Want je placenta, die wordt dus, dat is dus wat Anne ook zo leuk vindt en ook helemaal, helemaal meeneemt. De placenta is dus altijd wat dat beschouwt <coughs> als een soort aanhangsel. Het is een extra orgaan wat je nodig hebt om te ademen, te eten enzovoort. En het en is dus niet zo. Want al in de eerste week ziet je, zie je dat jouw lichaam uiteenvalt in twee lichamen. En het ene lichaam zit nu in de stoel. En het andere lichaam wordt je placenta. En dan ga je negen maanden leven. Daar leef je. Daar adem je. Daar besta je. Daar zitten je nieren. En waar ben je mee bezig al die negen maanden? Met dat klaarmaken, rijpmaken, Ja, wat er ook. Van dat lichaam. Zodat als je geboren wordt. Ja, je kan ademen en je kan eten. Maar eigenlijk is geboren worden sterven uit jezelf. De placenta is een lijk. Een stoffelijk overschot. En wow. dat is, dat is dus een heel interessante gedachte. Dat wil zeggen dat je dus ook. je wordt dus geboren uit je lichaam, zeg maar. uit je, uit je placenta. En dit lichaam is dus van metafaan ook. ja. is daar geest of ziel aan het werk zichzelf vorm te geven. En ja, het is. Kijk, het is of dat, of het is het andere. En het andere is dus dat je uit cellen komt en dat je bent opgebouwd uit organen. En dat ja, dat, dat later begint te praten en te denken en boeken te schrijven. Voilà, ja van de Wal. Dat is het idee dat je uit je lichaam komt. Nee, maar dat is, daarom vragen mensen, Van wanneer komt de ziel erbij? En ze zeggen, ja, dat denk ik niet. Ik denk dat de ziel, de geest, als die bestaat, van meet of aan aanwezig is. Maar het eerste wat je natuurlijk moet doen, is je lichaam vormgeven. Want anders kan je daar later niet mee gaan lopen en wandelen en praten. Laat staan, later ermee gaan denken. En dat is dus zeg maar, het adagium van mijn embryologie. Het, zeg ik het even op zijn Duits, omdat ik het van, van Blegsmid heb. Dat is een heel belangrijke humaan embryoloog geweest in de vorige eeuw. Dat zelische upt zich in voor oost. De ziel is niet iets wat er later bij komt. of later wordt geproduceerd. Weer, maar van meet af oefent de ziel in jouw lichaam zich voor. Heel veel mensen denken dat een kind voor het eerst rechtop gaat staan. als het ongeveer één jaar oud is. Dat, 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 dat beroemde moment dat zo'n kind er voor het eerst op zijn eigen beentje staat. En je ziet dat ook, dat zo'n kind dan wel wat beleeft. Van, oh, kijk zo. misschien zichzelf wel ervaart. Maar dit is dus niet de eerste keer. Dat is een heel moeizaam proces. wat je als embryo dus groeiend doet. Dus jij bent. Als embryo ben je de dingen groeiend aan het doen. Je bent dan ook dingen aan het omarmen. Dus je ziet hoe je armen groeien. Je armen groeien in een gebaar van omarming. En dan komen je armen op je hart te rusten. Wordt ook door je hart bewogen. En dan gaan die armen zich strekken. Dus je oefent als het ware wat je later met die handen en die armen fysiologisch kan. Maar begrijpen, iets beetpakken, iets bevatten. is ook een zielsgebaar. Dus wat is dat thema van die pleksmid? Je doet eerst. In de vorm, dus zeg maar anatomisch, in groeien en bloeien, doe je al die gebaren. Met die gebaren maak je zelf een lichaam wat daarna, bijvoorbeeld, overeind kan gaan staan. Maar even later ook tot zichzelf kan komen, in balans kan komen, overeind kan komen, zeg maar geestelijk. En zo zie ik het dus embryo, net als, als een soort vooroefenen van je latere fysiologie, functies en je latere psychologie. En, dat... en je zult daar zeker dus ervaring hebben, maar natuurlijk allemaal onbewust. Mm. Want op een gegeven moment, ja, dat is ook zoiets. Uh, ja, wanneer, uh, wanneer komt bewustzijn dan? Ja, ik denk dat bewustzijn er al van meet af aan is. Maar dat je gradaties hebt van bewustzijn. Jij hebt nu ook bewustzijn van je leven. Uh, je bent je niet bewust van je leven. Maar als ziel of als geestelijke wezen zit je wel in je leven, hoor. En je leven is een heel intelligent orgaan. Je leven is misschien wel het meest intelligente orgaan wat je hebt. Zo'n leven weet verschrikkelijk veel. Zo'n leven weet precies wat hij met rol moet doen. En wij weten na vier eeuwen wetenschap nog steeds niet wat we met cholesterol moeten doen. Want later gaat die ziel ook organen bereiken. waar je dan doorheen die organen. dus wakker wordt. Gaat kijken, gaat zien, gaat denken. En dat is een heel mooi idee. dat je dus eerst de dingen ja, lichamelijk moet doen. Hè, moet presteren. En daarna komen ze dan fysiologisch. en dan tenslotte ook, ook psychologisch. komt dat dan vrij. Dus jouw denken is een soort gemetamorfoseerde groeikracht. En jouw ziel als ik je zou vertellen hoe je een oog maakt, dan zou je zien, nou ja goed, zien tussen aanhalingstekens, dan zou je dus zien dat dat oog, dat is helemaal geen zintuig. Dat is een, een hersengedeelte en dat baant zich een weg naar buiten. En moet doorheen, uiteindelijk de lens en je huid, contact maken met de wereld. En dat is ook wat ik doe. Ik zit nou naar jou te kijken. En doordat ik naar jou, met dat ik naar jou kijk, ben ik met jou verbonden. Ik verbind me met jou. Geestelijk, niet lichamelijk. Nou, dus dat is het idee dat je lichamelijk eerst ja, de dingen moet vooroefenen, de gebaren moet groeien. En dan kun je ze later fysiologisch, psychologisch en misschien ook wel, ook misschien wel sociologisch, sociaal. Wordt en, dat aangestuurd door je ziel dan? Ja, dat, dat denk ik dus wel. Hmm. Ja, maar denk erom, ziel, geest, als het bestaat, is het dus de absolute polariteit van lichaam. Dat klinkt een beetje erg ingewikkeld. Maar het is wel belangrijk om op te merken. Heel veel mensen geloven wel in ziel en lichaam. En geloven daarin op de manier van Descartes. Descartes was de filosoof. En die, zei ook, die nam dat serieus. Ja, er is iets in ons. Hè, er denkt iets in mij. Er voelt iets in mij. En dat is van een andere orde dan mijn lichaam. Anders kon ik het niet, mijn lichaam niet bewust zijn. Dus die heeft er een, een tweeheid van gemaakt. En nou neigen de meeste mensen om het dus als een tweeheid te zien. En een tweeheid kan je dus losdenken. Maar ik denk dat geest en lichaam een polariteit is. En dat wil zeggen dat geest en lichaam altijd bij elkaar zijn. Er is dus niks lichamelijk zonder geest... en er is niks geestelijk zonder lichaam. En dan krijg je dus de idee dat, dat die geest dus inderdaad... probeert zich een weg te vinden in dat lichaam. Eerst in de vormen en dan in de functies... en dan in het psychologisch, dan in de gebaren en dan in het handelen. Maar geest kan natuurlijk niet dwingen... Kijk, als jij incarneert bij de conceptie, dat zou ik zo kunnen beschrijven, dat je bij conceptie niet gemaakt wordt, maar dat je, dat je je verbindt voor het eerst met je lichaam. Als je dan een chromosoom tegenkomt, 21, en het is drie keer, dan word je wel een syndroom van Down. Je genen kun je niet weerstaan. Dat is de materie waaraan jij moet beginnen. Kijk, mijn vrouw heeft ooit eens een hersentumor gehad. En wat gebeurde er Ja, ze veranderde van persoon. Het was dramatisch. Ik verloor mijn geliefde en de kinderen hadden geen moeder meer. Dat was een vreemde persoon antwoordde voor zichzelf ook. Tot ze ontdekten dat er een tumor zat. En tot ze die hebben weggehaald. En toen kwam ze weer terug. En wat was nou het eerste wat mijn collega's tegen mij zeiden... mijn collega op de universiteit... Wat die gedoogde mij een beetje. Zo van, ja, ze wisten dat ik van die rare ideeën had... en zo met de antroposofie een beetje hulde. Maar ja, die jongen deed goed wetenschappelijk werk... en hij was een goede docent. Dus ze gedoogde mij een beetje... Maar nu waren ze even heel wakker van, ja, nou begrijp je toch Jaap hoe het zit. Je bent er nou toch ook wel van overtuigd dat een persoonlijkheid, een ziel, hè, het wordt toch door het brein geproduceerd. Kijk maar naar je vrouw, er komt de tumor in die brein, ze is helemaal in de voorkwap, dus haar persoonlijkheid werd heel erg ja, gestoord. Heel erg, dat bewijst dat dat brein, die voorkwap, dat produceert jouw persoonlijkheid. Hè, professor Scherren vertelt het elke avond weer met zijn hersenmodelletje mm. in zijn hand. Maar dat is dus voor mij geen bewijs. Voor mij is hersenen, lichaam, een noodzakelijke voorwaarde. Voor mij als geestelijk wezen om mijzelf gestalte te geven, om mijzelf te uiten. Ik kom door mijn lichaam tot stand. Ik kom niet uit mijn lichaam. Maar het lichaam is wel dwingend. Als je dan een stuk uit mijn hersenen haalt, komt er wel een ander Jaap van de wal tevoorschijn. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat mijn geest of ziel is aangetast. Dus is het zo dat de ziel zich dan minder kan uiten op de manier hoe? Ja, ja. ja. Of wat dan? Nou ja, kijk. Ik maak wel een beetje onderscheid tussen geest en ziel. Dat, dat, heb, dat heb ik ook met Anna wel besproken. Kijk, uh, op het moment dat geest en lichaam met elkaar in ja, interactie komen, en ik kan ook heel duidelijk beschrijven in mijn cursus, daar neem ik daar bijna een hele dag voor, dat je conceptie kan zien als niet als een bevruchting van hij bevrucht haar of een zaad zal bevruchten ei. Het zijn helemaal geen eieren en zaadjes, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat bij die vruchting ook een soort verticale verbinding optreedt. Voor het eerst stap je als geest in een lichaam. Dat, maar, tegenwoordig mag dat weer. Hè. Tegenwoordig mag, dat weer in de, mag je spreken over embodiment? Incarnatie is nog steeds een vies woord. Dat is voor antroposofen en, en ja, een beetje spirituele mensen. Maar embodiment mag dat weer. Dus je verbindt je bij conceptie met. Het lichaam, voor de eerste keer. En dit ja. wordt door de reguliere wetenschap. Wordt het dus, door embodiment wordt het dan genoemd. embodiment mag wel, ja. Oh, dat ja, mag ja. wel, oké. Okay. Okay. Maar er zijn natuurlijk weer. Kijk, de embryologen zullen daar niet van spreken. Maar kijk, want embryologen zijn ervan overtuigd. dat jij uit je lichaam komt. Ja. En dat een embryo gewoon. Ja, een genetisch programma is wat afloopt. En op een gegeven moment begint dat, in, wat ik al zei. begint te lopen en te praten. en boeken te schrijven. Dat je komt uit je lichaam. Maar heel veel psychologie. heeft het toch. Denk maar aan de hele genderproblematiek. Mensen zeggen hard luid en duidelijk tegen zichzelf: ik ben niet synoniem met mijn lichaam. Nou, waar komt dat vandaan? Dat moet iets anders zijn dan het lichaam, anders zou je dat probleem niet hebben. Gaan we nou verder liever er niet op in van of we het wel goed doen met die gender identity, of je nou wel je lichaam zou moeten aanpassen, of dat je misschien ook iets in je ziel zou kunnen proberen. Daar gaan hmm. we daar even niet over hebben. Maar dat is de, dat, dat interessant. Ja, maar dat laat dus die discrepantie zien tussen geest, ziel, aan de ene kant. Nou, als geest zich met een lichaam verbindt, dan ontstaat in mijn idee ziel. Je praat nu met Jaap van der Wal. Jaap van der Wal is een ziel, een persoonlijkheid. Maar een persoonlijkheid, een ziel, is dus zowel geest als lichaam. Dat wil zeggen, als ik sterf, straks sterft mijn lichaam. Sterft mijn persoonlijkheid, einde Jaap van der Wal. Maar mijn geest beschouw ik als onsterfelijk. Vandaar dat die kinderen ook weer bij een sterfbed die onmogelijke vragen stellen. Die ze ook gesteld hebben toen ze vroegen waar kom ik vandaan. Kregen ze ook geen goed antwoord op. Kinderen vragen aan een sterfbed. Ik heb het zelf meegemaakt, maar eigenlijk kinderen hebben het beleefd bij mijn vader. Eerst wat kinderen bij een sterfbed vragen is waar is grootvader nu? Ze zien iets scheiden, ze zien iets uit elkaar vallen. Wat voor die tijd bij elkaar hoorde, want dat lichaam dat nu in bed ligt is opa echt niet. Dus kinderen zien dat nog van ja, daar scheidt iets. Nou, zo stel ik me voor dat bij conceptie iets bij elkaar komt. Mm. Wat? Dat weet je niet. Kijk aan een sterbed, weet je wie er doodgaat. gaat, maar bij een conceptie bij een geboorte weet je nog niet wie daar nu tevoorschijn komt. Waar moet je op wachten? Nou, dan kom ik weer met mijn geestverhaal. Wanneer werd, wanneer zal Jaap van de Wal Jaap van de Wal worden? Ik ben nog niet Jaap van de Wal. Ik zal pas Jaap van de Wal worden als ik doodga dan zullen we allemaal weten, kijk, dat was het nou. Mm. Dus wij zijn, wij verschijnen, wij, wij verrichten ons, wij maken ons als het aan de hand van het lichaam. En dat lichaam is een noodzakelijke voorwaarde, maar ook wel dwingend. Als er met dat lichaam iets fout gaat, ja, dan kom je er niet goed doorheen. Maar... Dus zo zie ik een beetje de verhoudingen, geest, lichaam, en daartussen dat hele domein waar we dagelijks mee leven van de ziel. En de ziel is dus lichaam en geest. Hoe kijk jij naar het werk van uh, bijvoorbeeld Tim van Lommel? Ja, Pim heeft ook al eens een keer in mijn cursus gezeten. O oh, ja? Ja, ja. En Pim en ik kennen ook elkaar wel. Het is al lang geleden hoor, dat we met elkaar gesproken hebben, of uh, bij elkaar, ge met elkaar gewerkt hebben. En nee, natuurlijk, die hele nadoodervaring is inderdaad ook te duiden. Dat kun je ook uitleggen als een symptoom van het lichaam. Van de geest die dus ja, dreigt het lichaam los te laten. En dan treedt er een hele bijzondere vorm van bewustzijn op. Mijn vrouw heeft het ook gehad. En weet je wat nou zo bijzonder is? Ik vertelde dus net dat... in jouw leven ben je ook ziel. Alleen je slaapt. Dat is onbewust. Je mag ook geen bewustzijn van je leven hebben. Als je nu pijn in je leven krijgt, is er iets fout. Mm. Dus er is een heleboel in je lichaam... plekken in je lichaam... waar je wel bent als ziel, maar niet wakker. En zijn er zijn een paar organen... daar word je wakker. En onder andere je hart. Maar ook je brein, je zintuigen. Dan ga je dus bewustzijn krijgen... Dus het bewust te zijn. Terwijl je dat andere, die andere organen, blijf je onbewust slapend. En dus, wat blijkt nou, dat haal ik uit mijn embryo-verhaal. Daar waar het lichaam vorm begint te worden, daar waar het lichaam eigenlijk bijna dood gaat. Want je moet eens dus een hersenen vergelijken met een lever. Dat moet je vooral niet aan je collega's vragen, want die denken dan dat je gek bent. Hè? Want dat heeft een <laughs> leven om met een hersenen te maken. Nou, leven en hersenen zijn een enorme polariteit. In je leven leef je heel anders dan in je hersenen. Onder andere in je leven ben je nog echt helemaal vitaal. Een leven is een ontzettend vitaal orgaan, maar onbewust. In je hersenen, hersenen zijn non-vitaal, die sterven. Hersenen zijn op sterven na dood. En wat is nou zo bizar of opmerkelijk? Juist in die organen, waar het leven zich terugtrekt, ogen, oren, zenuwen, zintuigen, brein, daar word je wakker. Dus wat gebeurt er bij die bijna dood ervaren? Nou Dan wordt het draadje nog strakker. De, 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 het dreigt nog En mijn vrouw heeft het ook verteld. Ik, van, die had een bewustzijn, een soort kosmisch bewustzijn. Die zag dingen van zichzelf uit haar eigen leven. Zag ook andere dingen, die kon ze allemaal niet benoemen. Maar die hadden dus een heel, heel verruimd bewustzijn. Dus dat is wat er bij de bijna dood gebeurt. Althans, zo kan je het uitleggen. Dan raakt geest bijna van het lichaam los... En dan neemt het bewustzijn een, een enorme ruimte aan. Ja, breekt het daadje, draadje en ga je dood? Ja, dan heb je geen bewustzijn meer. Nee. En dat... Ja, maar nou, tegenwoordig kun je een helm van God kopen. Hè? Dan kun je een popconcert kun je voor 10 euro... Zit er zo'n badmuts op je hoofd... En dan worden bepaalde elektrodes gestimuleerd. En dan krijg je net zo'n extatische belevenis als een. Oh, bijna... ja. ja? Ja, dat kun je kopen. Oh? Ja. Want, kijk, een bijna doodervaring is niets anders dan een illusie geproduceerd door een brein. wat in dit geval dan een beetje bloedtekort komt. Dat zou, zo zou professor Schreger dat uitleggen. Ergens in je brein ging er iets mis. De doorbloeding raakte in de war. En dan krijg je een illusie en dat is dan zo'n bijna doodervaring. En zo kun je dat kennelijk ook opwekken met bepaalde elektrodes. Ja, dat is een moderne neurofysiologie. Dus die beschouwen dat dus als een bewijs van: ja, zie je wel, er is niks aan de hand met die. Het is niet je geest of zo, het is gewoon echt zo'n activiteit. Hmm. En mij, ik vind het juist heel, heel, ja, het is voor mij heel veel betekend: dat hoe dooier je lichaam wordt, hoe anatomischer je lichaam wordt, hoe meer je ook bewustzijn krijgt in dat lichaam, denken, vervoelen enzovoort. Hmm. Ik vind het sowieso altijd, ik, ik moet er nu een paar keer aan denken... omdat je het nu zo zegt, maar dat er gewoon organen in ons lichaam... gewoon de hele tijd aan, aan het werk zijn, bezig zijn... Ja. allemaal intelligente processen aan het afleggen zijn. Ja, ja, ja. En wij hebben er eigenlijk geen, geen, nee, nee. geen idee van. Nee, nee, En weet je wie dat ook geleerd heeft? Dat zijn mijn studenten. Want ik heb jarenlang uh, lesgegeven, uh, anatomie lesgegeven aan... Papendal studenten. Dus dat waren mensen die dus in de dat Olympische Spelen werden voorbereid. En die wilden dan fysiotherapeut worden, en ik gaf dan anatomie. En ik haat de sport. <laughs> nee, niet om zelf te sporten, ik doe niet anders, ik ben een handelaar, Maar ik haat dus die georganiseerde sport. Het Olympische gedoe. Ik vind dat zo zonde, al dat nationalisme, maar goed. En dus ik kreeg hele, hele leuke debatten met die mensen, want zij, waren, ja, zij vertegenwoordigden dat, hè, de sport. En van hen, van hen heb ik heel veel geleerd. En één ding wat ik heel duidelijk van hen geleerd heb, is dat ze zeiden, meneer Van der Walden, mensen denken altijd dat als wij ons moeten voorbereiden, hè, in zo'n stadion en, en, en al dat publiek en de vragen om de mensen te gaan klappen en zo, dan denken de mensen altijd dat ik me erop moet concentreren. Maar eigenlijk hebben wij ontdekt dat je, je moet proberen je te decentreren. Je moet eigenlijk van je hoofd af. Je moet proberen. Het bij je lichaam te laten. Want jouw lichaam weet precies hoe dat touwtje komt. Zodra ik ga nadenken van hoe het moet, gaat het niet meer. Nou, dan hoor je die sporters ook elke keer zeggen. Ik had vandaag mijn dag niet of dat, de, de spieren waren te zuur. Het ligt altijd aan het lichaam. Maar ze kunnen het niet uitleggen wanneer het goed gaat, dan is er toch een soort, ja, dan wordt het lichaam op een of andere manier transparant. En dat, dat wil zeggen dat er heel veel onbewust weten in jou en je spieren zit. Hmm. En daar weet je heel goed hoe je over een touwtje komt. Ah, dit, is, dit is inderdaad echt, mijn sport is dat echt een heel goed voorbeeld. Inderdaad, ja, want als je op gaat letten wat je gaat doen, ik, ik, ik doe zelf nu sinds een tijdje best wel uh, vechtsporten wat intensiever. Ja. En het is echt zo: als je gaat opletten wat je gaat doen, dan presteer je eigenlijk niet meer. Terwijl kan je het loslaten, kom je in een soort ja. flow terecht, ja. dan gaat het, gaat het veel beter. Ja, dus, gaat je juist uit je hoofd, inderdaad. Ja, je probeert, als je daar nou het knopje voor kan vinden, ja, want dat is heel moeilijk te vinden. <laughs> He, want, ja. Dan zou je toch misschien een uh, leuke sportbeweging kunnen beginnen. Het <laughs> zeg maar. knopje is moeilijk te vinden, mensen. Dat is het, hè? Ja. Zou, is, er, is er een manier voor om dat knopje toch te kunnen vinden? Ja, maar dat ben ik geen expert in. Hè? Ik ben niet een psycholoog. <laughs> maar ik, ik zie dat ook wel in. Uh, ja, dat is wel een toenemende trend om uh, zeg maar meditatief of, of contemplatief hè, beschouwend in je lichaam ja, aan te komen, zonder dat. We, dan de bewustzijn altijd, maar die gedachten. Dat is stopzetten. En daar zijn wel trainingen voor. Ik denk geloof ik wel dat dat zo gedaan wordt. Maar dat weet ik nog even niet. Is het is toch soms ook een vloek en een zegen, zeg maar, hoe, hoe ons bewustzijn werkt. Of hoe ja. bewust wij eigenlijk zijn van dingen. Ja. Ergens heel mooi dat we dit soort gesprekken kunnen voeren. Maar soms is het ook dat je denkt, even niet of zo, ja, weet je wel. Ja, ja. ja maar denk erom, dat is in mijn filosofie, mijn embryosofie, mijn embryologie, is dat ook weer per orgaan en per lichaamsdeel verschillend. Hè? Je leeft dus nogmaals, je, je ziel, je bewustzijn is niet alleen maar in een brein of wat dan ook. Het is dus overal. En dat is een deel van mijn embryologie. Ik laat de mensen zien dat in jouw lichaam een enorme polariteit speelt. En dat zou wel eens de polariteit van geest tegenover lichaam kunnen zijn. Maar dat je in het begin, en je begint ook. Zodanig, je begint met een en een ijzer, dat is een enorme polariteit. En dan zie je vervolgens in het lichaam, overal zie je die tegenstelling, die polariteit tevoorschijn komen. Dat wil zeggen, geest, ziel is overal, elk orgaan. Maar op een verschillende manier. In je spieren is het meer slapend en onbewust. En in je hersenen is het wakker en, en cognitief. En denk in je hart is het voelend en halfbewust. En zo krijg je dus gradaties van bewustzijn. En het, je kunt dus last hebben van bewustzijn op de verkeerde plek. Kijk, als jij pijn hebt in je kuit, dat hoort niet. Ik heb geen kuiten. Normaal heb ik geen kuiten. Maar soms in de nacht heb ik opeens een musculus tibialis anterior. Dan begint mijn, mijn spier in mijn been te krampen. Dat hoort niet. Daar hoor je geen bewustzijn te hebben. Het is niet dat heldere bewustzijn. Pas als er dus iets aan de hand is. Yes, yes. Dan wordt het expres ja. wakker gemaakt, zeg maar. Want het heeft dat je aandacht nodig. Ja. Maar neem nou je handen en je benen. Je handen zijn, daar ben je heel anders met je bewustzijn actief en dan je benen. Je benen zijn gemaakt voor automatisme. Je moet je benen de trap af laten lopen. Zodra je gaat denken hoe het moet, ligt je al onderaan de trap. Het is ook zo'n, ja, het onbewuste slapende weten en het bewuste cognitieve weten, dat zijn twee polen. Hmm. Jij gaf net aan dat je op de universiteit, dan dat, je, dat je collega's, zeg maar, jouw gedachten goed gedogen. Ja, gedoogden. <laughs> ja. Gedoogden. Um, is het. Ja, want op, op een gegeven moment, uh, ik vroeg het aan het begin ook al een beetje. Want op een gegeven moment ga je natuurlijk, ga jij, komt je, ja, je kom hier op Rudolf Steiner uit. En dan ga je, ja, ja. je, ga je meer onderzoek doen. En dan, dan ja. wijkt je, je gedachtegang, denk ik, wat af van wat de mainstream ja. in de wetenschap. Ja. Hoe, hoe heb je dat ervaren? Nou, ik heb het geluk gehad dat ik een hoog heb gehad heel lang. Uh, Jan Drukker. En toen ik uh, me gepromoveerde promoveerde, dan moet hij je toespreken. En uh, hij sprak mij ook toe en uh, had het er ook over. omdat ik wel eens vreemde gedachten goed had. En daar heb ik op geantwoord. Ja, maar doordat jij mij zo wetenschappelijk hebt opgeleid, mij echt heeft geleerd wat wetenschappelijk zijn is, ben ik nu een betere antroposof geworden. Want ik weet wat het waard is. En ik weet waarom een wetenschapper het eh, moet afwijzen of kan afwijzen. Eh, het is toch een kwestie van, eh, het bijt elkaar niet, maar ja, je moet dus toch de moeite doen om het met elkaar te verbinden. En dat willen de meeste van mijn collega's niet. Die vinden dat dan zo afwijken, zo raar, een ziel en zo. Wat moet ik daarmee? Ik zeg, ja, wat moet ik daarmee met een ziel? Je, je brein kan je toch ook niet weten? Weet je, weet je hoe je brein er is in je hoofd, weet je dat? Nee. Zeg, nou, zo is het met ziel ook. Het is er, maar je kan het niet weten, je kan het niet objectief beschouwen. En nee, dus ik heb daar. Ik ben er gelukkig al een beetje doorheen gerold. Maar ik heb wel een paar keer ervaren dat je aan de rand kunt komen hoor. Ik heb ook gehad dat um, een nieuwe hoogleraar kwam. En die zei: van, Wat wil jij daar aan doen met die studenten op Snijzaal? Want ik gaf ook een college over lichaamsfilosofie. Naar aanleiding van wat ze op de Snijzaal hadden meegemaakt, want het verhaal. Dat zou ik eigenlijk nog verder moeten vertellen. Daar werd toch veel meer gedaan en beleefd. En toen zei hij, dus wat doe je daar, die snijzers? Nou, dat wil ik wel eens horen. Dus toen kwam hij erbij zitten op mijn college. En zei na afloop van ja, ik wil niet dat je dat vertelt. Dat, uh, ik wil niet dat een medewerker van mij zo over geest en lichaam praat. Dat hoort niet thuis op de universiteit. Dat doe je maar in de kerk of dat doe je maar bij je antroposofen, maar niet hier. Dus toen kreeg ik eigenlijk kreeg een spreekverbod opgelegd. En wie waren er nou die het protesteerden? De studenten. Mm. Want die vonden het juist wel leuk. Want ik heb altijd studenten gezegd, van, je kan het ook zo zien, je kan het ook zo zien. Hè? Niet van je moet het zo zien, of dat is niet waar, wetenschap is ongelijk, heb ik nooit gezegd. En toen hè, ben ik uitgenodigd door de vakgroep medische ethiek en filosofie. Want die hoorden dat ook. En die zeiden, wat vertel je dat dan? Ik zei, nou, nou heb ik dat dus een avondje aan hen verteld, wat ik op dat college vertelde over geest en lichaam. en... Wetenschappelijkheid. Toen zei ze: Nou, dat is heel belangrijk. Elke medicijn zou dat moeten horen, moeten weten. Dus toen hebben we een truc bedacht. Ik werd toen voor een paar uur per jaar aangesteld als medewerker bij de vakgroep Medische ethiek en Filosofie. En in die paar uur gaf ik dat college. Oh. Dus dat was mijn baas zogenaamd tevreden: nou, Oké, okay, dan klopt Op die manier mag het wel. Ja. Jeetje. Maar hij wou dus niet dat ik als anatoom, als medewerker van hem, zulke dingen vertelde. Maar is het niet juist heel belangrijk om dat wel... Want wordt dat niet juist nu zo gemist in de reguliere wetenschap? Dat stukje bezieling, zeg maar. Nou, door wie wordt dat gemist? Nou ja, door de studenten, denk ik. Ja, en de patiënten, maar niet door de dokters en de... Nee, precies. Nee nee, 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 Dat is het probleem. En men is ook goed. Ja? Ja, we danken toch ontzettend veel aan die wetenschappelijke geneeskunde. Het is toch ongelooflijk wat we tegenwoordig kunnen en doen... voor ons en voor... Ja... Maar de, de, het gaat fout als men het dus als de enige waarheid uh, uh, ja, propageert en de andere waarheid niet tolereert. Dat, dat, daar wil ik wel altijd voor blijven vechten. Dat, ja, of het nou. Ja, het is dus wel. Nee, ik denk dat je beide moet doen. Mm, mm. Ik zeg altijd maar zo van. Ik ben geen alternatief. Of antropozofie is niet iets alternatiefs. Het is complementair. Mm. Je maakt de werkelijkheid dan weer compleet. Als je dat er ook bij neemt. Maar veel van die wetenschappelijke collega's. Ja, die kunnen dat niet. Of willen dat niet. En dat is misschien ook maar goed. ook... Want dan kunnen ze heel goed wetenschapper. Heel goed techneut en medicus zijn. Maar het gaat fout. Als ze. Ja, je toch de deur wijzen. Of. Uh, ja, je mag er niet bij horen. Dat, dat heb ik als paar keer ervaren dat je de... ik zit ook bijvoorbeeld in het gebied van dan fascia dat weet niet of dat iets zegt, maar dat is een hele nieuwe trend in in, bewegen, in bewegingswetenschappen ja en dat is ook een beetje ja wat officiële anatomen, officiële wetenschap niet zo erkent en wij moeten altijd maar vechten voor erkenning en ja erkenning ja uh, ik kan niet bewijzen dat geest bestaat ik kan het wel Aannemelijk maken dat het bestaat en dan alle processen ook in het lichaam kunnen verklaren, maar ik kan niet bewijzen dat het bestaat. En de slechte wetenschappers zeggen: er is geen leven na de dood, want de wetenschap kan dat niet aantonen. Ja, ja. dat is een juiste kloof. Ja. Wetenschap is niet de methode om dat soort dingen aan te tonen. Dan moet je een andere weg bewandelen, andere wetenschappelijke. Nou nee, ja, plus als je iets niet kan aantonen, betekent het toch niet dat het niet waar is, natuurlijk. Ja, ja. Dat betekent alleen dat je het niet kan aantonen. Ja. Ja. Nou ja, dus, kijk, de wetenschap heeft bijvoorbeeld nauwelijks over liefde nou, is er iets anders dat onze wereld beheerst dan liefde? Het gaat allemaal om liefde en haat, en oorlog en toestand. Maar de, de liefde wordt afgedaan als. Ja, dat is niets anders dan de verhoogde activiteit in je nucleus, ventricularis van je hippocampatalum en zo. Altijd, altijd wordt dat zo. Het is niets anders dan. Ja. Als dat het is, dan blijft, ook, uh, maar, dan blijft er ook niks anders over. Nee, maar zou het niet het mooie zijn om juist wat holistischer te kunnen trekken? Of, of, want ik ben het helemaal met je eens, bedoeld, heeft het heeft natuurlijk ook heel veel gebracht. Alleen als het ene soort van het summum wordt... of, of het, het ultieme en alles wat daarvan afwijkt is per definitie niet waar of onzin. Terwijl daar heel veel de combinatie, daar zit, toch juist, daar zit dan juist de hele winst in richting. Ja, ja, maar dat is ook al aan de gang. Ja. ja ik vind het met name in de oncologie... Zie je toch dat de artsen, ook artsen en andere begeleiders, toch wel veel meer ruimte vragen en interesse hebben in de zielsaspecten van die zieke mens. En in zijn, hoe, je, hoe je het toch maar moet doen met je kanker of aan moet overlijden. Het is, het, het is toch, daar is wel meer aandacht voor, vind ik. Om dus niet de kanker te bestrijden, te behandelen, maar deze zieke mens met zijn kanker serieus te nemen en. Of te helpen te genezen, of wel te helpen als het anders moet. Nee, ik zie daar wel steeds meer aandacht voor komen. Maar of men het. Ja, dan wil ik dan niet zeggen dat men dan per definitie ook meteen aan heeft: Oh ja, wij zijn dus een wezen van geest en lichaam. Nee, nee, precies. Maar ik zie, ik zie wel weer mens, meer menselijkheid. Nou, dat is aan wel... de andere kant, ja. <kwijnt> er worden ook wat dingen gedaan, met name in dat brein. Waarvan je denkt: we er nou toch mee op? We weten helemaal niet, we weten helemaal niet wat we aan het doen zijn. Ze zijn nou die embryo's aan het maken en ze willen opeens dat de wet veranderd wordt. Dat is toch een hele ernstige zaak. Want de wet was tot nu toe zo dat je tot aan de derde week mocht je dan nog met embryo's bewaren en experimenteren. En, en, en nu willen ze dat na 28 dagen, na 4,5 week. Waarom? Dan kunnen ze nu verder gaan met het menselijk embryo dus maken en namaken. En misschien wel in kunstmatige baarmoeders of in eh, misschien varkens, want varkens lijken wat nogal veel op mensen. Eh, daar die embryo's verder kweken. Ja. Dan denk ik, dat moeten we dan toch echt niet doen. Nou, echt... Hoe, hoe kijk je daarnaar? Dan moet je echt stoppen. Nee, dat moet je het niet doen. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat, dat men dat heel graag zou willen. Want, want dan kunnen we nog meer gaan weten. Want dat zeggen ze ook letterlijk. Hè? Ja, je kunt met zo'n embryo in een dus kun je veel beter experimenteren... dan met een embryo in een, in een zwangere buik. Ja, dat klopt. Maar je moet op sommige plekken misschien toch maar hozeren. Nou, dan... Uh... Dan hoeven we daar niet te weten of dan hoeven we daar niet in te gaan. Ik vind het ook een hele enge trend. Als je, als je bekijkt wat er al, al mogelijk is, vind ik al bizar. En wat ze echt inderdaad willen gaan doen. En dat je gewoon straks de vrouw en de man eigenlijk gewoon helemaal niet meer nodig nee. hebt in het hele. Maar wie zijn die kinderen dan straks? Nou, precies. En, en, en wat doet dat met, met de ziel ook? Ik heb er natuurlijk geen wetenschappelijke kennis van of zo... maar gevoelsmatig, als dat ook iets waard is... Ja. Um, voelt dat voor mij uh, als, als een iets dus heel onmenselijks... en denk ik ook wel onmenselijks, die richting die we daarop gaan. Jawel, maar je moet ook wel, we, we tobben daar op het ogenblik allemaal mee. Ik heb laatst een paar jaar terug een collega gesproken... En dan ging het ook weer over brein en over zijn we ons brein of niet. En die zei dus de glas had aan het eind van nou je hebt nou tweeënhalf uur gesproken met een brein. Ik zei nou dat aanvaard ik niet. Ik, heb niet ik, en ik ben ook geen brein. Ik, ben, ik heb een lichaam en ik ben mijn lichaam maar ik ben niet een brein. Ik ben niet hier een pratende breinmachine. Maar die is daar zo van overtuigd. Dus voor zo'n persoon zijn je argumenten over ziel en moeten we dat nou wel doen natuurlijk helemaal niet. Die hebben geen ge... Daar voelt hij niks bij. Want hij houdt zichzelf ook als een rondwandelend brein. Ja, ja. Volgens mij niet. Maar in de... ja, als je het echt vraagt, niet. Maar ze zeggen mm -hmm. wel, ze doen wel als. En uh, dat, ja, daar wil ik toch wel stem tegen blijven nemen. En deze trend van om mensen te gaan maken lijkt dus te gaan bevestigen, jammer, een gewoon mens wordt ook gemaakt. Nee, een gewoon mens wordt niet gemaakt. Bij de conceptie, bij de mens is er ruimte voor geest en ziel. Maar in jouw moet waarmoeder echt niet. Dus je kan je ook afvragen, wat voor mensen kweek je dan? Mm. Welke zielen gaan zich daarin thuis voelen? Ja, we hebben gezegd, dus nou, kijk uit, de eerste beste gender, de, 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 de genderpersoon kan je zeggen dat je identiteit wel eens veel belangrijker is dan je lichaam, voor die persoon. En dat, uh, ja, ik zou, dat, ik zou eerst wel nog veel meer nog wel willen afwachten... voordat we meer weten over ons zijn en over ons doel. Het is een... Uh, ja, maar goed, welke mensen gaan zich daarmee bezighouden? Die wetenschappers echt... Wetenschapper Ten eerste, de wetenschap is een ontzettend een mutual admiration society. Hè? Het gaat om erbij te horen, gezien te worden. Het belangrijkste is dat, eh, op, van het, op het congres, niet je praatje, maar het diner. Hè? Na, bij de mensen aanschuiven die, die je nodig hebt. Dus dat is het eerste. Het is een kerk, het is een groep. Je moet erbij horen, je moet de regels volgen. En ten tweede is het ook een, ja, echt een, een gereduceerd: ja, het, 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 het dagdagelijkse voelen en beleven speelt daar geen rol. Alleen in hun emoties, dat natuurlijk wel. Hmm. Maar mijn emotie is niet anders dan een portie adrenaline. Hmm. Ja, kom, kom. Ik, ik heb hier ook staan: kinderen worden niet gemaakt. Zeg maar dat, dat ligt natuurlijk in het verlengde eigenlijk van dat hele verhaal. Want als je al in de maakbaarheid van dat ja. stuk gelooft. dan ga je natuurlijk ook denken dat het een goed idee is om een kind te kweken in een, een of andere fake. Ja, ja. Uh... Zonder natuurlijk ook je te realiseren: ja, maar wat gebeurt er in werkelijkheid bij een conceptie? Daar is een, een vader, een moeder, een za zaadsel, een ijzel betrokken. En ja, is daar dan verder eh, niks bij? Eh, er moet een, een zaadsel die een ijzel moet worden binnengespoten. Nou, het is, een, het is eigenlijk een gewelddadige actie. En we weten allemaal dat je een vrouw zwanger kan worden van een verkrachting, en dan wordt ze zwanger tegen haar wil, want ze is tegen haar wil verkracht. Ja. Nou, daar maken we ons dan heel erg zorgen over. En nu gaan we zomaar pakken we een naald, prikken in een ijszaal en beginnen embryo's te maken. Dat is, dat, dat is toch een soort gewelddadigheid. Maakbaarheid wordt, wordt gewelddadigheid. Ja, waar ik toch als filosoof toch, toch ernstig in ieder geval twijfel bij heb. En ik ben een hele oude dokter. In de jaren 50, 60 ben ik opgeleid en daar had je één gouden regel: in dubio abstine. Dat is Latijn en dat betekent als je twijfelt. Niet doen. Niet doen no. No. Dat is heel lang het principe geweest van deze kunst. Maar tegenwoordig alles kan. Ze hebben nu laatst een oog getransplanteerd in Amerika. Alles kan. Alles wat je bedenkt kan. Dus in twijfel iets niet doen, dat is niet meer aan de orde. Nee. En, en zo, achter zo'n embryologengroep die dat allemaal aan het experimenteren is en aan het maken. Er ja, zit een heleboel werk, een heleboel geld, een heleboel ja, instituutmacht. Dat is toch een push hoor, dat is gewoon technology push, dat is science push. Dat als het kan moet het ook gedaan worden. Hmm. Hoe jij, want je, je zei net eventjes dat dat ook met, met geweld, hè, dat dat dan uh, op een ja. normale manier gaat, dat als het goed is niet met geweld, dat is even krachtig of iets eigenlijk maar ja. anders is, hè, zo die nieuwe te technologieën, dat zou gewelddadig kunnen zijn. Zit je dan ook, maar, net als Anna, uh, want, want Anna heeft natuurlijk veel over, over traumatische ja. ervaringen ja, ja, ja. al. Onderstreep jij wat dat betreft ja, haar? Ja. Ja? En dat doe, doe ik niet zozeer zelf. Maar als ik de mensen uh, in mijn cursus... laat ik ze een paar technieken zien van kunstmatige bevruchten. En een van die technieken is dat, dat ik zie. Dat is een, een, een zaadcel in een ijscel prikken. En dat is de gebruikelijke manier tegenwoordig. Als ik dat filmpje laat zien... Laat zien dan ziet iedereen dat het gewelddadig is. En het roepen ze ook. oh en O en, o, en A. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat die eicel tegen haar wil wordt bevrucht. Maar wij denken dat dat normaal is, omdat wij denken dat bevruchting is dat hij haar bevrucht, dat hij, de zaadcel, iets actief is dat een eicel bevrucht. Maar eicellen hebben, hebben een wil. We weten tegenwoordig dat eicellen selectief zijn. Eicellen nemen niet elke zaadcel op. En ijzeren worden ook niet gepenetreerd. Die worden niet. Er, er komt geen gat in die ijzer. Het is een heel ander proces. Het is urenlang gaan die met elkaar aan de gang. Waarschijnlijk, dat weten we niet zeker, maar dat hebben we gezien in de kunstmatige vruchtingen. En in die uren, Want die twee, die kunnen niet versmelten. Die zijn zo verschillend. En die naad laat dus zien hoeveel geweld je nodig hebt om ze te dwingen te, te versmelten. Maar als je afwacht, dan zie je dus dat ze urenlang met elkaar in dialoog gaan. Want ze kunnen niet met elkaar versmelten. Omdat ze zo verschillend zijn. En dan gaan ze de stofjes uitwisselen. En die eicel die activeert een zaad. En die zaad geeft enzympjes. En dan kun je zo'n zo ijsschaaltje oplossen. Maar dan reageert die eicel weer op met andere stofjes. En uiteindelijk bepaalt de eicel of er eentje binnenkomt. En die bepaalt ook waarschijnlijk welke er binnenkomt. Dus het is een heel ander proces. En dat kan je dus kennen kortsluiten met een verkrachting. Nou, dat weten we. je kan ook een vrouw verkrachten en dan kan er, kun je een kind verwekken. Maar dan wil je toch niet dat dat normaal wordt. Dus ik ben ook niet zozeer tegen die technieken. Ik vind ze riskant, tenminste op de manier waarop we ze nu gebruiken. Maar hij was bedoeld als een therapie voor mensen die geen kinderen konden krijgen. Nu is het een behandeling geworden voor mensen die een kind wensen. Mm -hmm. Dat is een hele andere zaak. Mm -hmm. Nou goed, eh, maar ze willen. Dus ik ben niet zozeer tegen die technieken, maar ik ben tegen de ideeën die meekomen. En ik, ik was stom verbaasd toen ik een jaar geleden een interview hoorde van een wetenschapster die had aan de universiteit onderzocht. Uh, aan de universiteit onderzocht. En het bleek dat 40% van de studentinnen, de vrouwelijke studenten, um, was had, uh, tegen haar wil gepenetreerd. En toen dacht ik, penetreren? Wat is dat voor woord? Heb je dan vrijwillige penetraties? Ja, goed, je kan, je kan het spelen met elkaar, hè? hij penetreert, hè, dat is ook wel leuk. Maar dus, penetratie is dus, is dus helemaal niet wat aan de orde is bij. Het gaat om geslachtsgemeenschap, het gaat om kooien, dus het gaat om samenkomen. En ook zo'n zaadcel penetreert zo'n ijs dan niet. Dus het is een bepaald beeld, dat is een heel oud beeld, dat komt nog echt van eeuwen geleden. En dat praktiseren we nu in een techniek, die techniek is succesvol, en dan denken we dus ook dat onze ideeën klopt. En dat is zo gevaarlijk aan wetenschap. Wauw, maar dus eigenlijk dat hele, uh, uh, dat hele idee van, van die, van die zaad zou inbrengen in die ijsel. Dat is voortgekomen vanuit het idee eigenlijk. Dat, want ik dacht dit is tot een week of twee geleden ook. Toen kwam ik er pas achter dat het inderdaad, precies wat je net vertelt. Wat ik ook echt veel logischer en, en ook romantischer en magischer eigenlijk ook vind. Dat het op die manier gebeurt en dat het niet eentje is die de wedstrijd wint. Ja, het is ook en veel dan, logischer. Ja. Kijk, een, een ijsel die wordt gepenetreerd. Duidelijk, het is duidelijk te zien dat het tegen haar, zeg maar, haar cel wil is, want die ziet die, die wand helemaal indeuken. Pok! Opeens komt die naald binnen. Dus een ijsel die wordt gepenetreerd, is dus. Kan dus. Die spreekt geen woordje mee. Terwijl nu dus blijkt dat ijscellen wel degelijk ook een zeg, zeggenschap hebben in van wie komt er binnen en wanneer komt hij binnen en hoe komt hij binnen en komt hij wel of niet binnen. Dus je doorbreekt ook misschien wel een natuurlijke afweer. Ik denk dan gelijk, is het dan ook niet voor sommige stellen gewoon niet de bedoeling dat ze dat ze kinderen krijgen? Ja, nou ja leg jij dat eens uit? Nou, op het moment dat, ik weet het niet hè, maar op het moment dat dus, als je echt zou zeggen dat die eicel en die zaadcel met elkaar eigenlijk het uh, uitstoeien of ja, ja. het match is of niet, zeg maar. Ja, ja. En, en sommige stellen kunnen misschien geen kinderen krijgen, zou je misschien kunnen zeggen dat het dus op, op, op enig zielsniveau... geen, geen match is waarom het niet gebeurt. Of is dat te makkelijk gezegd? Dat is te makkelijk gezegd, maar kijk, in het verleden moesten we het wel zo doen. Ik heb nog een goede vriend gekend in Duitsland, was een psychiater. En die nam zulke koppels in behandeling. Koppels die geen kind konden krijgen. En gewoon door met ze te praten, gewoon door met ze. bleek dus al na een tijdje dat 50% dus wel zwanger werd. Kennelijk was er een of andere, Anna van Waal spreekt er ook vaak een soort psychologische barrière. Was kennelijk weggevallen. Maar hij zei, die 40% waarbij dat niet lukte, die ging uiteindelijk na een jaar ook weg. Genezen van hun probleem. Want hun probleem was, we kunnen geen kind krijgen. Ja, ja. En ze zijn erin geslaagd om samen met mij misschien een andere manier te vinden om als koppel dat van elkaar houdt, een kind te krijgen. Hmm. Maar nu is het door een kind maken. Mensen hebben nu recht op een kind. Het, en het wordt ook geprakticeerd. Moet ik heel voorzichtig zijn. want ja, het is, Ik ga de lesbiennes niet veroordelen en de homoseksuele mannen niet veroordelen. Maar ik veroordeel dat principe van wij willen een kind van onszelf. Een kind is nooit van jezelf. Maar dat wordt er zoveel waarde aan gehecht. En dus wordt er een zaadsel van een ijsel of een donor en een vrouw. Bla bla bla. En dan, ja, dan gaat het om het kinderen hebben en het kinderen maken. En die techniek bleek, bleek zich daarvoor te lenen. En nou kunnen we eigenlijk niet meer zonder. En dat is wat je... jammer dat we geen pas op de plaats hebben gemaakt. Van ja, is er niet een andere manier om. als een paar geen kind kan krijgen. of als je biologisch niet geschikt bent om samen bij elkaar een kind te krijgen. is er dan misschien een andere weg die je kunt gaan? Ja, en misschien zou het in sommige gevallen gewoon zijn. dat je als stel misschien. Ik bedoel, want ik heb ook wel eens laatst gehoord dat vrouwen aan de pil. Um, dat daar ook een uh, iets wordt onderdrukt, waardoor ja, ja. zij um, waardoor ze eigenlijk niet meer goed een partnerkeuze kunnen een Partnerkeuze beïnvloedt laat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja, ja. Zal ook niet zwart-wit zijn. Ja. Nou, stel je voor: misschien ligt er, is er, ligt er zo wel iets aan dat die partner gekozen op een verkeerde ja. manier, dat dat ook een, 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 een manier van de natuur van, van het universum is eigenlijk om ja. uh, te zeggen. Nou, misschien is dit niet de bedoeling dat hier een kind uitkomt. Maar tegenwoordig moet alles evidence-based. Keihard statistisch zijn. Hè? Ja. En dat is natuurlijk op dit vlak wordt het allemaal vager. En het is maar de vraag wie dat echt wel zo hard kan maken. Maar ik ben, ga met je mee. Ik zou ook in die richting moeten zoeken. Ja. Want ik vind het echt een gamechanger als je erover nadenkt hoor. Want opeens, ja, je hebt voor jou is het natuurlijk heel duidelijk, want je, je werkt er al weet ik te lang mee, maar je zegt het nu. En ik denk, je, ja, por. Um... Ja, maar er is nog iets wat hier achter speelt. Het is dus een oeroud idee. Ik kan het nou, ik kan het, er is een citaat, gebruik ik heel vaak, van Harold Bühner. Dat is half twintig jaar oud. Een man die een boek schreef over planten. En die maakte mij duidelijk. Er is dus eeuwenlang een enorm misverstand op dit punt tussen mannen en vrouwen. En het heeft te maken met geslachtelijkheid, met geslachten, seksualiteit. Want wat is eeuwenlang de idee geweest? Dat hij zaad draagt. Wij. Mijn vader zei het nog tegen mij. He, je moet niet masturberen, jongen, want dan krijg je allemaal verschrikkelijke ziektes. Mijn vader was een soort dominee. Dan krijg je allemaal verschrikkelijke ziektes. En bovendien, dan verspul je ook het kostbaarste wat je van God gekregen hebt. Zaad werd beschouwd als het zaad van de mens. Maar zaad is helemaal geen zaad. En ijzer is geen ei. Zaden en eieren, eieren, dat zijn kiemen. He, dus is planten produceren zaden. En in die zaden zit een nieuwe plant, waarschijnlijk. Dieren produceren eieren of embryo's en er zit een heel nieuw dier in. Dat zijn kiemen. Maar een zaadcel en een eicel zijn geen kiemen. Maar eeuwenlang heeft men waargenomen dat die man... die produceert een, een kwakje, een, een ejaculaat... en dat gebeurt niks mee, tenzij het in een vrouw terechtkomt. En toen is dat idee ontstaan van... oh, dus hij bevrucht haar. Hij maakt haar zwanger. Dat is een heilige graal. En toen ze in de 17e eeuw de microscoop uitvonden. Moet je niet denken dat van Leeuwenhoek... dat is een van de uitvinders van de microscoop geweest, dat hij in de 17e eeuw als eerste een vlieg ging bestuderen. <laughs> Wel nee, die heeft dus gedaan wat elke medestudent student vroeger ook deed, als hij mannelijk was. Even masturberen en naar je eigen zaad <laughs> kijken. En die <kly> vonden dus daar ontzettend veel diertjes. Zielendiertjes diertjes noemden ze dat. En die bleven dus het idee vasthouden van ja dat is dus nou dan zitten er miljoenen zaadjes in zo'n mannelijk ejaculaat. En pas in 1835 is de eicel ontdekt. En pas in 1850 is vastgesteld om een mensenkiem te krijgen, om een mensenzaadje te krijgen, moet je een eicel samenbrengen met een zaadcel. Dus de moeder wordt niet zwanger gemaakt door de man. De moeder wordt zwanger gemaakt door haar kind. Het is kind dat de moeder bezwangerd. En oh, in elke Hollywoodfilm kan je het horen. He, dat, 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 zij heeft een kind van mij. Ik heb het gemaakt. Uh, I'm impregnated by him. Dus, he, dus ik ben zwanger. Dat, zo is het dus niet. En hoe komt dat nou? Dan schrijft die Herbert Brunner in zijn boek... dat komt omdat wij dat mannelijke zaad... dat is dus geen zaad. Het is een verkeerd woord. Eigenlijk kun je het mannelijke zaad beter vergelijken... met pollen, stuifmeel. En wat mannen bij vrouwen doen... Is niet bevruchten, is bestuiven. En, maar dan komt een heel belangrijk zinnetje. Hij zegt: zolang we het zaad blijven noemen, geven we nog voeding aan een oeroud idee. Welk oeroud idee? That he, that the man ploughs the woman and plants his seed in her. Dus dat de man de vrouw ploegt en zijn zaad in haar plant. En daar komt, dat is nou de wortel van die dat is nou de wortel van alle mannelijke dominantie in heel veel culturen en religies. Hij bevrucht haar. Hij zet zijn zaad in haar. En het is een volstrekt achterhaald en fysiologisch, biologisch onjuist idee. We hadden in de 17e eeuw van gedachten moeten veranderen en dat hebben we niet gedaan. En dus hebben we ook technieken gemaakt die dat oude idee nadeden. En dan zijn die technieken succesvol. Ja, en net als in elke wetenschap, als je experiment succesvol is, dan denk je dat je gelijk hebt. Maar dat is helemaal niet waar. Een experiment bewijst nog niet dat je gelijk hebt. Een experiment bewijst alleen maar dat de feiten kloppen met jouw ideeën. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat jouw ideeën dus juist zijn. <laughs> ja, maar dat is een, een dramatisch fenomeen in de wetenschap. Mm. Maar, en, maar, ik, ja, en, maar wat het voor mij dus ook echt... Want ik denk van wow, maar, hoeveel, zeg maar hoe verkeerd kijken we eigenlijk naar die, naar die hele conceptie al... Maar dus ook tegelijkertijd, hoeveel trauma komt er eigenlijk wel niet voort ja. uit het, uit het dus... Wat dacht je? Ja. Ja. Ongelooflijk. Ja, en daar is Anne natuurlijk veel beter in om dat soort psychologische mechanismes te ontrafelen. Maar dat zijn... en vergeet ook het sociale niet. De hele MeToo is toch een, een wereldschokkende toestand geworden waar we elkaar voor, voor rotte vis blijven uitschelden op basis van een foutief idee. Man en vrouw zijn niet gelijk. Wij zijn ook geen duwen. Wij zijn een polariteit. We zijn aan elkaar gewaagd. We zijn aan elkaar gelijkwaardig. En we zijn volkomen tegengesteld. En we moeten vooral niet proberen hetzelfde te worden. We moeten vooral niet streven naar genderneutraliteit. Dat is de dood in de pot. Ja. Dus dat oude idee, dat moet toch nog kennelijk ja, opgeruimd worden. En dat zegt Harold Bunner ook. Dat zou alles veranderd hebben tussen ons. Als we anders waren gaan denken over ons geslachtelijk, die, en die hele voortplanting. Ja, ik vertel in mijn verhaal, ik laat het de mensen duidelijk zien. Mensen kunnen zich niet voortplanten. Dat is een ons, natuurlijk, wij, worden, wij beschouwen onszelf als een dier. En wat is het mechanisme wat in de evolutie speelt? Reproductie. Het dier dat het beste past, dat het beste is kan zich het beste reproduceren. Dat is de seksuele teeltkeus heet dat. En reproductie is een belangrijk fenomeen voor overleving en ontwikkeling. Maar wat is reproductie? Nou, je hebt dieren die doen... Dan heb je 15.000 kopieën van het dier. Dat is reproductie. Reproductie is herhaling. Reproductie is het verleden. En wat zie je nou gebeuren in de evolutie? Dan kom je bij de hogere dieren. Dan wordt het reproduceren van jezelf steeds moeilijker. En bij de mens bereikt dat het toppunt. Het duurt minstens 21 jaar voordat je mogelijkerwijs een kopie van jezelf op de wereld hebt gezet. En dat kan ook helemaal niet, want kinderen zijn echt geen. Ik geen, kom echt niet leeg op deze aardbol. Maar goed, veel vaders denken dat zo'n kind een soort lege emmer is. En die moet je dan vullen met de frustraties die jij niet kon vermijden. Maar zo zitten ze niet met elkaar. Zo'n kind doet er 21 jaar over. Moet allemaal leren. En dat is uniek voor de mens. Wij zijn zo lang zijn we leerbaar en moeten we leren. Dus wij, wij kunnen ons niet reproduceren. Je kan toch Jaap van der Waal niet reproduceren? Je kan mij ook niet kloneren. Ik kan ook niet reïncarneren. Je bent een unieke, eenmalige gebeurtenis in deze kosmos. Nou, dus er is iets aan de hand. Wij beginnen als mens, zeg maar boven... Oeh, dat mag je vooral niet zeggen, maar... St, boven de dieren uit te komen <laughs> en de voortplanting te overwinnen. Er ligt een andere toekomst en die is geest. Wij moeten ons bewustzijn reproduceren. En de talen en de liefde en noem maar op. Er is nog zoveel te doen. Dat lichaam, daar gaat het niet meer om en dat is dus ook de verwarring nu ook weer met de met de gender identity dat ja dat we nog steeds in geslachten denken en dat is nog wel heel belangrijk maar voortplanten is niet meer zeg maar het, uh, het centrale het is misschien de mensheid die ze voortplant maar een mens plant zich niet meer wordt hmm. kan niet nee ha, heb, je, heb je dat filmpje van die uh, van die eicel uh, die, uh, die, uh, die, uh, die zeg maar met, 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 waar dat wat je net wat je net over vertelde die eicel die oh die ik zie ja ja, wil je dat zien? Nou, ik, ik het is ergens. Uh, <laughs> ik ben wel benieuwd. Nou, ik kan je, ja, ik, heel snel hoor, want het is ook een. Ik uh, kan je zelfs beide filmpjes laten zien. Want één filmpje is dus uit de IVF. En de IVF, dat is dus de ouderwetse techniek. Oh, ja. En in de ouderwetse techniek. Dan nam je dus een eicel. En die moest dan samengebracht worden met minstens 200.000 zaadcellen. En dan moest je dus wachten. En dan gebeurde dit. Een soort van natuurlijke manier. Gewoon het bijna een natuurlijke, manier. Ja. Dan ging dat dus draaien. Wat je hier ziet is een eicel. Een intacte eicel. En die heeft dus een soort een, een soort ijsschaal. En daarbuitenom zit een hele mantel van cellen. En daar zie je gefriemel. Als je goed kijkt zie je in die hele mantel van cellen. Die komt van de eicel. die neemt dat mee. Dit, hier zit gefriemel, daar zit gefriemel. Daar zit gefriemel, daar, 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 daar. Overal. Dat zijn honderden zaadcellen. En urenlang draait dit urenlang, want hier zit dan, nou goed, urenlang draait dit rond, en gaat u dus aan het uitwisselen. En het beeld, dat andere beeld, moet je, dat wil je niet weten, als je, dat, als je dat ziet, mensen schrikken daar ook van hoor, als ik ze dat, dat zien. Dit is dus hoe het gaat in een moderne bevruchting. Ik draai het filmpje even iets vooruit, want het begint met zaadcellen, en dan komt hier de situatie, kijk. Goed. En dan pak je er eentje op? Hier, hier, hier. Zo gaat het. Ah... Oh. Ja, oh, oh. ja, dat goed, Iedereen roept, oh, auw. Oei, en dan zit het er in één keer in. Ja, nog niet. Kijk, want dan trekken ze dat nou terug. Oh, ja. Even wachten. Nou, dat wordt teruggetrokken. Zo. Dan zit hier de zaadsel. En hier komt een heel groot litteken. Het is een godswonder dat die ijssel dat overleeft. Nou. Kennelijk zijn die zo vitaal dat die dat kan overleven. Nou, en daarvan wordt gezegd, dat wij doen hier alleen maar de natuur nabootsen. Nee, nee, dit is heel onnatuurlijk. Nou, als je die twee filmpjes na elkaar zet, naast elkaar zet, dan denk je, dat lijkt ja. helemaal niet op elkaar. Nee. Nou, dus nogmaals, ik ben niet zozeer tegen die techniek. Ik weet hoeveel vreugde dat ook kan brengen. Ik ben wel tegen de toepassing van tegenwoordig. Het wordt, het wordt te gedachteloos toegepast in het kader van ieder mens heeft recht op een kind. Wij hebben geen recht op onze kinderen. Onze kinderen komen niet, door, komen niet van ons, maar door ons. Zo'n conceptie ook, dat is een urenlang dialogisch soort polariseren. En er wordt een situatie gecreëerd waarin dus ja, iets erbij kan komen. En waar zie ik dat dan aan? Dan zie ik dus als die za zaadsen en ijs al dus urenlang om elkaar heen dansen, en op een gegeven moment komt er dan eentje, wordt dan toegelaten, versmelt, dan moet je nog 24 uur wachten. Want dan moeten die twee kernen ook nog versmelten. En dan zou het moment van conceptie zijn. Nou, op het moment dat die versmelten, zie je dat het meteen verder gaat. En dan gaan de celdelingen van, uh, van het lichaam komen. Enzovoort. Dus het is een soort Big Bang. Het is een soort, een heel kort, spannend moment. Waarvan ik dus denk, dat kan ik ook zo beschrijven, dat het niet gaat om die versmelting, maar het gaat erom dat ze met z'n twee iets creëren, een paar uur lang, wat kennelijk openstaat voor iets anders. Want als er in ons ook iets anders is, dan moet dat dus het tegengestelde van het lichaam zijn, moet iets anders zijn. En het is dus net alsof die twee een paar uur lang een situatie creëren waar de biologie, zeg ik altijd maar zo, uit zijn dak gaat, waar het een beetje op een hoogtepunt komt. Bijna letterlijk, hè? En dat daar dan een verbinding van geest, dat daar geest of ziel instapt, waar zie ik dat aan? Dan zie je die twee cellen fuseren. En dan valt er niet een eicel uit het geheel, dan komt er een zygote. En een zygote is dus geen cel, dat is een menselijk lichaam. Dus die twee cellen, die gaan als het ware met elkaar tot een hoogtepunt komen, ja, een soort, soort biologisch hoogtepunt. Dan, ja, dan draait het geheel om. En verschijnt er dus een zygote, een bevruchte eicel... die geen cel meer is, maar een menselijk lichaam. En begint met delen. Dat is, ik vind dat, oh, ik vind dat als ik daarover nadenk en ik zie, nou oké, okay, niet per se dit filmpje, maar dat andere filmpje. dan denk ik echt, het is zo magisch allemaal. Ja. Toch, het is zo magisch hoe dat werkt en hoe, dat een, hoe weinig wij dan ook eigenlijk erover weten. en hoe belangrijk toch dan jouw ja, maar, werk ook oh, is. Ja, maar, maar, me, nee, niet dat ik me erger. Maar wees voorzichtig met het woord magisch. Ik ben wetenschapper en ik moet het ook wetenschappelijk kunnen beschrijven. En dat kan ik. Maar ik doe dat dus anders. Ik doe dat fenomenologisch. Ik laat de mensen eerst zien wat ijzelligheid en zaadcelligheid is. En ik laat ze zien dat als je een polariteit bij elkaar brengt, Goethe had dat. He. Goethe had het dan over licht en donker. En die zei van waar licht en donker bij elkaar komen, S'morgens krijg je kleuren. Dan gaan licht en donker gaan uit hun dak en die komen op een hoger niveau. Nou, zo kunnen ook zaadcellen en ijzeren zo enorm polariseren met elkaar... dan creëren ze iets wat van een andere orde lijkt te zijn. Nou, dus daar nee, bewijs ik niet dat er zoiets als geest instapt... maar ik maak het in ieder geval mogelijk dat het zou, mogelijk zou kunnen zijn... dat op dat moment iets anders wordt toegelaten. Want als jij, als jij een geest bent, kan je niet in mijn lichaam nu incarneren... Je kan ook niet in een tafel incarneren. Je moet op zoek gaan naar een brokje leven waar het leven een beetje jouw kant op komt. Anders gaat het niet. Nou, ik heb het idee dat dat met conceptie gebeurt. Daar wordt een energetische toestand gecreëerd. Magisch mag je dat best zo noemen. En dat biologisch lijkt het alsof de, alsof de biologie ja, eigenlijk een soort ja, hoogtepunt bereikt. En dan kan ik me voorstellen, is iets anders dat zich ermee verbindt. Wat is het gevolg? Het gevolg is dat er een lichaam ontstaat. En dus niet, ik ben dus niet iemand die zegt: Oh ja, doordat die twee cellen versmelten, ontstaat er een cel en die cel begint te groeien. Nee, er ontstaat iets heel nieuws. Er, je, het is dus een Big Bang. Want Big Bang, <laughs> ze kunnen precies beschrijven wat er gebeurd is. En het is heel klein geweest, maar het was niet big en het was niet bang. Het was helemaal niet groot, het was heel erg klein, het duurde heel erg kort. En het was geen explosie, het is een implosie. En dat is wat ik zie. Ik zie dus op het moment van conceptie iets imploderen. En dat is dus zaadcelligheid, ijcelligheid. Noem het, noem het geest en lichaam, daar gaat het nou niet om. En dan zie je vervolgens door dat Big Bang-punt heen. Dan zie je opeens een leven lang alsmaar die polariteit weer terugkeren. En dat moet dan, als het bestaat, geest- en lichaampolariteit zijn. Ja, dat is natuurlijk een mooie metafoor. Want ergens waar die polariteit elkaar raken. Waar het licht en donker elkaar raakt. Daar ja. begint natuurlijk. Ja, dat is het midden, ja. ja. Dus het is ergens ook dan weer heel logisch dat ons leven daar, daar ook begint. Of daaruit komt. Dat herinneren we nou wel een het voorgesprekje. Stef Bos heeft zo'n mooi liedje van. Alsof het midden niet bestaat. Hè? Dat deze hele samenleving. Kijk maar naar Amerika met de Republikeinen. Alsmaar polariseert. Maar op de verkeerde manier polariseert. Namelijk polariseert hmm. op de verschillen. En dan drijft het uit elkaar. Maar als man en vrouwen nou eens geleerd hadden. om elkaar te bereiken. en in hun polariteit te versterken. Hmm. Dan komt er, zegt Rudolf Steiner, dan ben ik eventjes de persoon. een androgyne mens. En de androgyne mens, volgens mij zijn we daar dus nu aan, aan toekomen. Er is iets, iets, iets in die richting is aan het gebeuren, alleen we doen het misschien een beetje ongelukkig. Androgyne mens is een mens die zowel walvrouwelijk als ook mannelijk, maar nog mannelijk, nog vrouwelijk is. Iets nieuws in het midden. En Stef Bos zingt dat. Ja, het is net alsof overal, overal in de samenleving. Het midden, alsmaar het loodje ligt. Er is geen gesprek meer, er is geen dialoog meer. In de politiek is het echt bijna dramatisch aan het worden. Mm. En, en ja. bereik je dat zeg maar door, ik moet een beetje aan Jung denken. maar aan, aan, uh, door het in balans weer krijgen ja. van het mannelijke en het vrouwelijke. Ja, ja, ja. ja, en vooral een ruimte creëren daartussen. die dus zowel mannelijk als vrouwelijk. niet naar het neutrale, niet naar nul. Nee, nee. Want dan verdwijnt de energie. Ja. En ook geen oorlog voeren, want dan vernietig je de energie. Nee, samen stijgen heet dat in, in, volgens Keuter. Samen op een hoger niveau zien te komen. En dan krijg je een androgyne samenleving. Waar ook het hele voortplanten ook niet meer wezenlijk is. Maar dan gaat het om geest. Kijk, dit universum. <coughs> volgens mij draait het universum ook om bewustzijn. Er zijn wat meer filosofen, ook wel zelfs uh, astronomen die in die richting denken: van dat het bewustzijn het hele al ook een bewustzijn heeft... als het nou waar is... dat het eigenlijk ook... de hele grote werkelijkheid om ons heen... dat het ook over bewustzijn gaat. En misschien wel geest. Dan zit toch dit universum niet op onze lichamen te wachten. Dan zit het universum... op ons bewustzijn te wachten. Van wat gaan ze doen? We hebben op Mars niks te zoeken. Het niet, is niet lichamelijk, helemaal niks. Maar we moeten, zeg maar, geestelijk... Ja, de wereld, de werkelijkheid vullen. Misschien is dat aan de orde... En opnieuw is er ja, zo'n drama van. gaan we die kant op of die kant op? Een volgende sprong in ons bewustzijn eigenlijk. Ja, ja dat denk ik wel. Denk, denk, ja, denk, denk, uh, je, denk je dat we daar nu. Uh... En dan valt natuurlijk het grote woord liefde, denk erom. Want liefde verbindt en al het andere scheidt. Wetenschap scheidt. Wetenschap brengt ons geen millimeter verder in de wereld, blijf maar aan de buitenkant. Ja, zo zie ik dat ook. Wetenschap, blijft maar aan de buitenkant. Blijf maar, ja, ook je lichaam. Er zitten drie lagen in je lichaam en dat zit ook in je placenten. Blijf maar aan de buitenkant. En Goethe zei, dat is het zintuiglijke tapijt. Dat is het, de, de uh, India-filosofie India noemt dat de maya. Hè? De illusie die over de werkelijkheid heen hangt. Eigenlijk creëert wetenschap illusies. Want het blijft maar aan de buitenkant van dingen. En neemt ons niet mee naar... Daar dieper, daar, ja, dan moet je een Jaap van der Wal of een Goethe hebben. Of, of een, We heet het, aan van Waal. Die gaan een laag dieper. Maar je komt nooit in die diepere laag met je denken, met je brein. Daar kom je alleen maar met voelen en aanvoelen. en enzovoort. Dan kun je dieper komen. Ik geef de mensen altijd het voorbeeld van Maxima, ook in het buitenland. Dat ze zat te huilen toen ze die tango speelde voor bij het trouwen. En ja, dat vinden mensen een prachtig beeld. Prachtige, smarte vrouw, die dan he, koningin van Nederland wordt, en die dan huilt als ze die tango speelt. En dan zeg dan ik, ik de mensen: wat is nou toch een traan? Nou, dan moet je eens naar Wikipedia gaan en vragen wat een traan is. Dan krijg je zo'n lullig antwoord: he, een druppeltje water, glanden, lacrimales, zoutjes enzovoort. En dan zeg je: dat is toch geen traan? Dat is toch niet waar 16 miljoen Nederlanders ook, Nederlanders ook van begonnen te huilen? Die traan kan je alleen maar verstaan, dan word ik vreemd als je ook in jezelf meehuilt. Dan versta je die traan. Die traan heeft betekenis. Daar zit iets achter. En het is helemaal zo ver weg. Niet, het is heus niet zo esoterisch of, of spiritueel. Achter die traan zat een emotie. En die kun je zelf voelen. En dan kun je herkennen. Maar het had ook woede kunnen zijn. Het had ook iets anders kunnen zijn. Tranen, lichaam als gebaar. Dat is mijn dogma. Het is de fenomenoloog. Ziet de dingen als gebaar. Achter dat gebaar. Daar zit een werkelijkheid die zich doorheen die vormen wil manifesteren. Is dat niet eigenlijk gewoon het hele probleem dat we gewoon we, we um, eigenlijk kwijt zijn wat het is om mensen zijn? Alleen ja, al, begint dat niet alleen al bij hoe wij naar, naar conceptie kijken? Ja, maar we, ja, en de overbevolking is natuurlijk, een, is natuurlijk een ramp. Zou dat komen omdat er. Het, wat ik je net vertelde over wij kunnen ons niet voortplanten, slaat op slaapt de individuele mens. Maar je hebt ook de mensheid. Wij zijn ook met z'n allen mensheid. En in de evolutie zie je ook de strijd tussen de soorten. De soorten die het beste aanpassen, die gaan verder. En die reproduceren zich. En dan komen er nog meer van. En dan past het niet meer, dan komt weer een andere soort. Nou, nou is de mens schijnbaar ja, het laatste wat zich heeft ontwikkeld. Maar zou het dus kunnen dat. Uh, het is dat wij eens een nieuwe. Uh, dat het, ja, wij zijn natuurlijk ook als individu zijn we ook onderdeel van de mensheid. En dat die mensheid, ja, dat is natuurlijk een soort die zich ook van het reproduceren, het meer worden, heeft. Uh, en dat is uit de hand gelopen, denk ik. Ja. Ja, dus laten we gewoon rustig doorgaan en natuurlijk uh, met de, de planeet proberen te redden en het klimaat enzovoort. Maar we moeten alle onze doelen verzetten van, van uh, wat we als mensheid willen bereiken. En ik denk dat je ja, ja, genoeg in de filosofie en in de esoterische wereld kunt vinden die, ja, waar het gaat om het bereiken van een ander doel. Dat reproduceren, dat, dat speelt ons nu eigenlijk prachtig. Dat is het lichamelijke, dat is het geslacht. Ik denk dat de hele genderproblematiek geen geslachtenprobleem is. Het een, is een feminien-masculien probleem, het is een zielenprobleem of een geestelijk probleem. En die lichaam, dat lichaam, ja, we slepen dat natuurlijk ook. Ik sleep tot al 76 jaar mee. Mm. Dat lichaam is natuurlijk een hele belangrijke werkelijkheid. Maar misschien dat we als mensheid verzand zijn in het reproduceren van de mens. En daar moeten we mee ophouden. Is het, ja, ik heb altijd meer het gevoel dat we gewoon kwijt zijn. Dat het. Dat het mens zijn meer is dan ja. alleen maar hetgeen wat de wetenschap doet ons wel laten geloven wat het, of in ieder geval wat ze ja. zelf geloven, of wat we moeten geloven wat het is. Oh, dat is en, geen doel meer. Nee, en, nee. En, en we trekken alles los van elkaar en we gaan met, uh, met ah, ja. naalden gaan we in eicellen prikken om daar uh, zaadcellen in te brengen en dat soort dingen. Maar omdat we zo verloren zijn, juist. Ja, ik ga toch het woord nog een keer gebruiken. Juist de magie van juist ja. het, 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 de zaadcellen die om die ijzer heen gaan. Dit dans die al daar al ontstaat. Daar trekken we het al, maken we het al plastisch eigenlijk. Ja, ja. Maar dat zou dus ook voor de evolutie kunnen gelden. Want dat is wat ik in mijn cursus als laatste probeer. Want Darwin heeft niet voor niets gezegd van... het embryo is het meest belangrijke argument voor mijn afstammingstheorie. He, je moet niet denken dat Darwin evolutie heeft ontdekt, of zo. Evolutie is gewoon een feit. Dan moet je fundamentalistische christen of wat dan ook islamisten zijn om dat te ontkennen. Maar Darwin heeft ons een verklaring gegeven. Dat was zijn genie. Ik geloof ook niet in evolutietheorie. Hoor. En ik ben, ik nou, ben zowel ja, geen fundamentalist <laughs> als nee, geen nou, maar. Nee, goed, laten we het onderscheiden. Dat de darwinistische theorie van de evolutie. En ik, toen zei, nou, het embryo is het belangrijkste argument. Nou, wat doe ik met de mensen? Ik laat ze zien dat jij, als het ware niet het product van je lichaam bent, maar dat je van meet aan als geest, zielen, wezen je lichaam aan het vormen. Een biografie aan het schrijven. Zou het kunnen dat wij niet het product zijn van evolutie, maar dat evolutie door ons, als mensheid, onze biografie, is, dat we dankzij de evolutie ons hebben kunnen realiseren. En dat we wel eens een beetje dankbaarder zouden mogen zijn naar de natuur en naar de planeet. enzovoort. Nou, daar is geen sprake meer van. Nee, nee. En dat wordt er ook op afgerekend nu. Dat we de, de wereld exporteren. Nou, dan zou het kunnen dat evolutie dus een doel heeft gehad. Een zin heeft gehad. Ja, dat is zo hard op vloeken in de kerk van Darwin. Ja. Dat wil bijna niemand van je geloven. En waarom wil men niet geloven? Want als het waar is. Als het waar is dat we hier niet toevallig zijn en het zoveelste dieren wordt uitgeprobeerd, maar dat we hier bedoeld zijn, ja, dan worden de verhoudingen tussen ons en het planeet wel anders. Mm. En ik denk dat dat... Hetzelfde is met genen. Dat genen denken, dat heeft de embryologie ook totaal geruineerd. Die, die, die genetici zijn in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw... met dat model gekomen dat genen bepalen wat er gebeurt. He, want je, genen kun je manipuleren, kun je veranderen, krijg je een andere bacterie. Maar dat is helemaal niet waar. Daar zijn ze nu na 30 jaar van teruggekomen. Maar in het hoofden van de mensen zit nog steeds dat genen bepalen wat er gebeurt. Genen kunnen helemaal niks. Genen doen helemaal niks. Genen worden door het organisme georchestreerd, wordt ja, georkestreerd, heet dat dan. Want het is het organisme dat probeert weefsels te maken, organen, dat zich te organiseren. En gebruikt daar die genen voor, maar die genen veroorzaken dat niet. Dus ook die evolutie, is dat misschien toch een mechanisme geweest waarlangs wij, langs geest, mensheid, zich heeft kunnen realiseren? En dus dan krijg je het opeens een zin en de betekenis. Dus maar dan, dan, dan zouden we ook, zeg maar als mensen zeggen dat het genetisch bepaald dat is, dan, moeten we eigenlijk ook op een andere manier naar kijken dan? Hey, bepaald. Bepaald klopt wel. Hmm. Genen dwingen, genen beperken. Hmm. Maar niet gedaan, niet veroorzaakt. En zo denken veel mensen, ja, ja, ook precies. biologen, niet over genen veroorzaakt. Genen zijn een code, zeg ik altijd maar zo, dat klopt. Maar ze coderen niet. Het boek is een code, maar het boek codeert niet. Het is geen activiteit. En ja, die, maar, maar, wie doet dat dan wel? Die zeggen, ja, het organisme. Dat levende wezen, de mens, die doet dat. Die orkestreert, die regelt diegene. Daar weet ik hoe ik weer over te vertellen, maar dat is een beetje de omkering van de zaak. En jij raakt dus een heel gevoelig punt. Is evolutie een dom, blind toeval? Of is het een... Doelgericht trial and error, zoeken naar. Want natuurlijk is er ook een keer een meteoroide naar beneden gevallen. En ging het allemaal, moest het allemaal weer opnieuw. Weet ik ook wel. Maar is er misschien achter de evolutie ook iets wat zoekt naar? Is er achter het lichaam wat jij nu, waar jij nu tegenover zit iets wat weg is om zich te verwezenlijken? En je zult pas weten wie ik ben als ik dood ga. Ja, dan is het kunststuk klaar. En de genetici zeggen dat het al bij de geboorte vast ligt. Ik geloof daar niks van. Ja, Het wordt bepaald door wat je genen gene menen, maar het wordt niet verklaard. Snap je? Ik snap hem helemaal. Heb je, heb je zeg maar, je werkt inmiddels niet meer op de universiteit? Nee. Toch? Nee. nee. Hij heeft het je vrijer gemaakt om, om nog meer in, in, in deze thematiek los te kunnen gaan? Ja, zeg maar? ja, zeker. Ja. Kijk, de universiteit was natuurlijk voor mij een walhalla, omdat ik een heel. Ja, Begaafd, maar ook gewoon heel ge, ja, gewild, vanuit mezelf docent was. Ik hou van onderwijs geven, mensen uitleggen. Ik vond de anatomie een prachtig vak. Ik heb misschien wel 700 mensen het lichaam ontleed, hè, met studenten samen. En te, 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 elke keer was het weer een wonder om te doen. Hè, de, de, de complexiteit van het menselijke het lichaam, de diversiteit. Dus dat was heel inspirerend. Maar de wetenschap, ik heb ook heel veel wetenschappen gedaan. Ik ben gepromoveerd. Ik ben gespecialiseerd in bindweefsel. Ik ben een fasi guru geworden. Ik word op, werd op uh, internationale congressen voor werd ik uitgenodigd. Want ik had een belangrijke theorie ontwikkeld met mijn professor destijds over dat bindweefsel. Maar het is zo'n redrace. Je moet dus produceren. Je moet uh, met het artikel zo hoog mogelijk. En, uh, ja. En, dat, ja, dat, uh, en ja, ik vond het zonde van het uit. Maar niet vergeten, ik ben wel heel dankbaar dat ik dus zo hmm. doortrokken ben van de wetenschappelijkheid en van anatomie en embryologie, want dat heb ik allemaal nodig gehad om nu zo te kunnen denken als ik nu denk. Nou en ik vind het ook super waardevol omdat ik wel zeg maar wat het het wordt een soort kruisbestuiving tussen die twee werelden. Ja, en, ik denk, en ik denk dat dat zo nodig is in ja, deze tijd. Is dat, heel nodig, ja. dat zeg maar de, de wetenschap iets meer van het esoterische kan meeleren. Ja. Mee en dat het esoterische misschien meer body krijgt... door het ook een meer wat wetenschappelijke ja. benadering te dat kunnen hebben. Dat zeg ik ook al, tegen die osteopaat en die om. Er wordt steeds wel aan je gevraagd van... waarom doe je wat je doet? En dat moet je kunnen uitleggen. En dat kan je niet uitleggen met gangbare wetenschap. Dan moet je andere methoden, nou dan moet je een Jaap van der Wallen bijhalen, die kan de dingen fenomenologisch uitleggen wat je doet. Nou, probeer het dan zo. Ik ben het met je eens, dat is heel belangrijk dat dat kruisbestuiving plaatsvindt. Maar een van de partners is wel heel erg onwillig om gestoperd te worden. <laughs> ja, precies. Ik kan vermoeden welke dat, welke ja, ja. dat is van de twee. Ja. En toch heb ik wel het idee dat er wel steeds ja, meer collega's ja. van jou zijn die ook ja, jouw pad aan het bewandelen zijn. Precies. Ja, toch? Ja, ja zeker. Ja. ja, mag ik jou danken voor uh, je hele prachtige werk, voor de eye-openers die ik in dit gesprek heb mogen ervaren? Nope. Ja. Uh, wij gaan zo meteen nog even de kijkersvragen doen. Ik sluit deze, dit segment even af. Of als je nog, heb je nog iets, wil je nog graag iets toevoegen? Dat nee, nou, even het allerlaatste aansluiten bij wat je net zei over wetenschap en kruisverstuiving. Ik blijf zeggen dat ik het, dat heb ik ook tegen hem gezegd, ik dank het aan mijn zeer wetenschappelijke hoogleraar. Dat ik zo'n goede Vene ben geworden. Want hij heeft mij inderdaad laten zien hoe het moet, wetenschap. En waarom ik het anders zou moeten doen. Een ode aan je hoogleraar. Ja, dus ik, ik ben heel blij dat ik die universitaire opleiding gehad heb. Ja. Mooi. Ja? Dankjewel, Jaap. Ik ga hem afsluiten. We doen nog even de kijksvragen daarna. En dan komt uh, dan het ja. goed. Oké. Okay. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, geïnspireerd zijn geraakt. En uh, ja. Ook aan het denken zijn gezet. Ik ben echt een paar keer heel goed aan het denken gezet. Daar ben ik heel blij mee als ik dat in gesprek heb. Ik hoop jullie ook. Als dat zo is, doen jullie natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.detroemenshow.com kun je financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie mij en het team enorm. Abonneer je ook eventjes op de kanalen waar je aan het kijken bent. Of naar Spotify, YouTube of ergens anders is. Daarmee helpen jullie het bereik ook vergroten. Dat is natuurlijk altijd handig. Uh, wij gaan nu de kijkersvragen doen. Die zijn exclusief te zien op het Dead Spirit video-platform. Als je daar zit te kijken, super tof. Als je daar uh, nog niet op zit, verhuis daar even naartoe en, en dan kan je daar ook de kijkersvragen weer zien. Um, we zien jullie daar of anders de volgende keer. Dank jullie wel. Ciao.